child is slowly taken. And the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not me. Guten Abend, meine Damen und Herren! Ich war in die Schachtel. Ey, für Leute! Rondje, Matthew Rammel, Wim B. de Vries, goeiedag! Ja, ja, in die Heimat, in die Alpenlanden. Wie sind daar ja? Quinn van Geloven, bye bye! En we hebben zo'n rondje uit Tirol en Ben de Grasmaai-specialist. Een goeden dag. Een goeden avond. Ja, waar. Heel de leidste. Waar is dat maar? We moeten. Kom maar loesje. Oh, we zijn een topper, hè. Jouke, guten Abend, Herbert. Ah, guten Abend, Jouke. Wie geht's dir? En onze Matthijs de Jong, goedenavond. Ik heb kriebel, jongens. Ja. Ik zie alleen dat mijn camera niet helemaal lekker loopt. Dus ik ga even houden. Tappie, 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 tappie. Oeh, kom erin. Tappie, tappie. Je shirt is, je ziet dat, je shirt is groen. Ja, kijk. Hey, ik ben onzichtbaar. Haha, onzichtbaar. Nou, dan ben je met de kant. Ik moet hem even afstellen, Marijn.
Ja. Het alweer een Corbin. Nee. Zo is maar in proberen. We proberen hem zo, jongens. Ik heb wat issues, dus maar trek je er niks van aan, jongens. Oh, oeh. Wat is dit nou weer? Nou zit ik in dat ding. Al kom ik er alweer in, hè? Oh, heb ik taps. Oh, nou. Ja, van E druk, gaan we mee. Goed, ja, schön, hè. Ja, we moeten werken, jongens, allemaal weer aan de huis. Jazeker, we gaan even graag maken. Ja, we gaan er met de... We zijn in die Alpenlanden. Even keer wat anders, ja. Oh, wat zak dat, lekker hoor. Oh ja, kijk. Wat zak dat, dat pak ik dat. Kijk eens, hè. Is dat de combine, hè, Ben? Nee, ik kan het grap. Dat is wel heilig, hè. Maar jongens, we gaan dus even een beetje... We gaan dus van alles een beetje proberen, hè. En we gaan alles een beetje bekijken. Op een rustig, gewoon relaxte manier. We hebben al wat machines aangeschaft. Een paar kleine dingetjes. Een paar. Voor. Oh, je hebt nog iets voor het nu te zeggen. Wie? Jij. Wat dan? Ik moet niet mijn plantvernietiging zeggen. Oh, dat heb ik nog nieuws. Zo klopt. Plantvernietiging. Ja. Onkruid dan. Oh, ik heb ook nog nieuws. Oh, die. Ja, maar ik heb bijna laat in, maar... Plantgroei staat ook op snel, dat kan normaal. Plantverdorring is uit. Gewasvernietiging uit. Pruriek ijs, ja, daar. Onkruid uit. Strandboer, moi moi! En welkom! Nou, van mij snel kloor. Bonke de boer! Goedemiddag, wie gaat er? Een kartoffel, ja, daar. Ja, zeker Jonas. Dik in orde. Jongens, we gaan er weer een gezellig hapje van maken. En we gaan er dus even rustig over de maan heen. En we gaan even alles rustig bekijken, jongens. Oh, dat ding staat nog aan. Die moet nog even uit. Wat is er? Die mag er nog even in. Kijk, daar, Bas hier in de parole, hè. Even de wandel. De wandelvierdaagse. Ik heb vrouw geroeid achter zo'n ding lopen. Oh, een keer. Doe weer. Niks weer. Oh, vreselijk. Ik mag eruit. Zus me al... Jan ook wel zeker. Jan, Bonky, doe eens ook wel achter zo'n apparoetje lopen zeker. Jan is ook wel zo'n beunhoze die het overal mee waakt. Maar scherrie, wat aardappels moet er ooit worden. Zeker, kijk, zo wel. Maar jongens, we gaan het even rustig even bekijken. Hé, mooi, wat ik zeg. We zijn mooi rustig. Oh, ik zat nog aan. Shit. Goh, ik mag... Shit, shit, Peter. Zo is dat in Zillendal. Maar, we hebben een beetje Duitse muziek aan de achtergrond. Wie moet een beetje in de charmes blijven natuurlijk. Is mijn geluid goed? Dat is vraag 1. Geluid goed? Ja, dat is het probleem, nee. Kijk, oké. Okay. Nou, ik heb mijn microfoon nu boven mij hangen. Dus daarom. Ik heb alles een beetje aan het veranderen en aan het doen. Dus ik vraag erin naar. Ik denk, als er wat is jongens. Ja, mijn webcam heeft even wat probleem, maar dat, ik hoop dat ik dat morgen op kan lossen. Beter dan ooit. Kijk, dat is altijd goed, jongens. Maar jongens, kijk eens even zo'n mooi apparootje. Ik moet wel zeggen, ze hebben er wel wat werk aan gedaan. Maar ik ben ook wel ding wat ik me weer aan erger, maar dat is algemeen bekend natuurlijk. Ik erger mij gauw. Hè. Maar ik moet wel zeggen, ze hebben gauw de nagedacht over de Evie. Dat is toch wel vrij schier op dit zij nagemaakt. Kijk, dat alleen maar goed. Dankjewel. Dankjewel, Jouke. Dikke nog, hè. Maar een vingerbalk. Mooi waak. Hebben ze ook. En op zich vind ik dit vind ik echt een toegevoegde waarde, jongens. Daar ben ik heel eerlijk in. Echt een hele toegevoegde. Wat is die webcam? Ja, poep. God. Ach, daar stak ik alweer achter een ding. Nou. Ik moet hieruit. Ik moet eruit. Wat deed ik? Ja, tap. 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 Ja, ik tap altijd. Al tap. Ik snap gewoon niet waarom. Webcam. Waarom is die webcam nou zo poep daar? Dan. Properties. Filter. Even kijken. Oh. Een spul. Ja, dat is altijd nieuwe. Ja hoor. Bedrijf. Ja. Je moet mij straks ook even de bergen in de maaien, Roy, hoor. Ja, maar dan ga ik straks even met die Amy, hè. Oh ja.
Jawa. Ja, je flikkert erover, dat klopt. Maar ik denk dat nou aardig goed is. Ja, maar ik heb de boel nog weer wat aan het verschuiven. Ik heb de headrace ook even uit. Ik denk van, dat gaat even niet aan. Gewoon eens even rondlopen. Vliegtuigmodus even aan, we gaan even vliegen. Meer net een rode kieper eigenlijk. Ja, ik moet een rode kieper. Ja. Oh, aan de kant af. Dat is niet gevonden eigenlijk. Kijk, kijk jongens, die Alpen, ik weet niet wie hem allemaal heeft natuurlijk. De Alpen, der Alpen. We ze pakken even de kaart erbij jongen, de minimap. Of de map. Ik heb alles al gekocht. Ik heb echt alles gekocht. Alle landerijen heb ik gekocht. En dan ben je zo'n 10 miljoen euro kwijt, ongeveer. Ik had al een stukje gekocht, dat had ik al. Dus ik rond de 10 miljoen euro. Dan heb jij dus, de hele map voor jou tot je beschikking. Welke map? Dit is de Alpen, de nieuwe DLC. De Alpen Express. Stuurt een camera aan omhoog, Ben, dat je in de kabine zit. Hij stuurt. Ja. Jazeker. Hij gewoon weer melk. Ja. Maar, dus je bent 10 miljoen euro kwijt. Ja, rond de 10 miljoen heb je alle landerijen. Ja. En heb je gewoon alles tot je eigen beschikking. Dus dat vond ik wel een toevoeging voor jullie. Ik heb 20 miljoen ingecheerd, dus ik kan wel zien. Dus dan gaan we even. Nou, dan heb je hier de boerderij. Dit is de enige boerderij ook, jongens. En dat vind ik heel jammer. Echt heel erg jammer. Echt heel jammer dat ze dit gewoon maar één hoofd hebben. Eén boerderij hebben. Echt. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Maar als je de map bekijkt. Als je de map bekijkt, zeg maar. Ik vond het wel mooi als je de map hier. Als je een beetje hier middenin, bij dat groen in het bos of zo, zeg maar, in het midden daar ook een mooi plateau had om een boerderij te kunnen maken. Dan had je toch even wat meer speelzige in de bergen en dan heb je gewoon wat meer mogelijkheden. Maar je kan hier ook niet echt veel bouwen in deze hoek. En dat vind ik op zich wel heel jammer dat ze daar niet over gedacht hebben. Maar goed. Ja, klopt wel Matthijs, ja. Maar dat vind ik gewoon, ze staan hier in het midden, in het groene gedeelte, zeg maar. Maar mijn muis zien jullie natuurlijk niet, maar in het groene gedeelte, onderin hadden ze gewoon nog. Wat? Zie je wel. Oh, maar hier hadden ze gewoon een boerderij moeten bouwen, vind ik. Had je gewoon wat meer ook met bos kunnen doen. Niet echt Alpenachtig. Nee, dat weet jij beter, want jij bent er geweest, ik niet. Maar goed, dus dit is de boerderij. En die krijg je als je boerderij staat. Nou. En dan hebben we gewoon wat doodlopende wegen en nou, ik heb alles al een beetje uitgestald, jongens. We gaan alles in bij langs en we gaan alles in bekijken. En multiplayer dingen mee naar BN. Dat kan maar zo hoor, want multiplayer is wel maar je hebt dus gewoon een beetje lager vliegen. Zo. Oh. Een beetje indruk geven. Niet tevoren hoor. Maar wat ik zeg jongens. 50%. Ik vind het wel een ja. Nee, volgens mij. Zit wel wat zwieren. Ik vind het wel wat fletsig. Fletsig qua stuk texturen en zo. Vind ik het een beetje. Nou, dat had wel wat mooier gekund, vind ik zelf. En je kan niet naar de skilift. Vond ik ook wel jammer. Maar dat vond ik ook op zich wel leuk om daar even te kijken. Dus ik ben even hou die hoek even op. Kijk. Oh. Ik ben niet zo van het rennen, jongens, maar even een beetje sfeer te geven, impressie. Maar dit is ook zeg maar, dit is een doodlopende weg. Ja, nou, je haalt me de woorden uit de mond. Kijk, hier ook zeg maar, hier een doodlopende weg. Nou, maar nee, hier. Geen huis bouwen. En dat, nou ja. Ik wil ook niet alles afkraken, maar dit is ook al de hoek van de map, hè. Kijk, maar je zit nou alweer boven in de hoek. Het is ook alweer zo'n beetje het einde. En dan kan je niet verder. Maar ik. En dat ze de oude silo's gebruikt hebben, de oude. Al heel veel oude dingen van hunzelf. Dat vind ik op zich ook wel heel jammer. Ik had wat nieuws verwacht, wat verfrissends. Maar dat zit er niet in. De BGA zit hier. Hier is de BGA, jongens. Ik zit al 10% Roy. Maar is naar. Ja, 20%. De BGA, tje. Toen heb ik Roy nog gevraagd als hij een boerderij naast kon bouwen, dat kon. Maar dat is een geheime boerderij.
het is eigenlijk niet heel veel vol. Het is een beetje flits. Ik vind hem een beetje flits. En ja, zou beter een andere modder erbij kunnen vragen, denk ik. Oh, nee. Kijk. Kijk, ja, ik kijk ook wel weer niet meer verder. Dan wil je wil eigenlijk verder, maar je kan niet verder. Ja, gaat niet meer. Oh, sorry. En dan heb je gewoon hier ook zeggen, je kan hier niks bouwen en dat is op zich wel jammer. Het is allemaal berg, dal en dat is niet verkeerd. Maar ja, ik vind het zelf een beetje jammer. Dat ze niet een plateauotje gemaakt hebben waar je zelf wat kon bouwen. Ja, moet je toch echt zelf maken? Hoger in de berg of zo. Ja, weinig. Ja, je wordt wel een beetje beperkt, ja. Ja, hoog in de berg, daaraan zijn ook een plateau die moet maken. Ja, hier waar ik ben bijvoorbeeld, als hier nou hier een heel mooie plek, hier zo zeg maar, hier. Koetjes op de schuine kant laten lopen, hier naast de weg gewoon een boerderijtje bouwen, een plateau. Had je toch een beetje andere aankleding gehad, voor mijn gevoel. En je kan, wel klein, Roy. Je kan zelf wel wat doen. Zeg jij. Trein komt eraan, niet aan verder. Nou ja. Oh. Ja. Die blijft aan de andere kant van de map staan, dat kun je er weer niet anders. Oh. Nee, maar hier ook, dit is zo'n mooi plekje hier, kijk eens, zo'n mooie plek. Hier, misschien, oh, ik ga nou even landen. Als stel je voor je een boerderij op gaat. Oh. Moest kijken hoe mooi in de berg. Kijk je mooi over het dal heen. Oh, die kan hebben. Ik moet even met de knop wennen. Ik zal hier met landscape wel wat kunnen hoor. Maar dan moet je niet de bedoeling wezen. Nee, niet de bedoeling. En ik kraak het zeker, kraak ik hem nog niet af. Dat zeg ik niet, maar ik vind het jammer. Ik vind het een gemiste kans. Voor die 20 euro? Voor die 20 euro ook nog eens, ja. Maar hier ook, dit is ook zo'n hele mooie plek, jongen. Hier moest kijken hoe mooi je hier wat een boerderijtje op kwijt kon op zo'n hoek. Bij dat huisje daar, een beetje een koeienstal erachter, een beetje oud. Echt zo'n oud boerderijtje midden in de bergen, zeg maar. Jan, daar heb je wel een beetje gelijk, hè? Nou, zal me niks. Ik zal haast denken dat er van maakt, hè? Oh, deze slopen zijn niet zo diep. Jazekers, Matthijs. Maar dat weet jij beter dan ik, jongen. Sorry. Ik weet veel, maar ik weet niet alles, hè. Hey, Fossie Games. Goeiedag, ja. Waarom wil mijn trekker niet snel aan de 27? Hoetje. Maar goed. En dit ook, het is allemaal loze maaierruimte. En okay. Ja. Hij staat op low. Ik vind het meer een singleplayer mappetje, denk ik. Voor iemand alleen. Maar je hebt niet echt veel keuze. Ik zal je nog maar één, hè, maar beeld vervaagd. Snelheidsbeperking uit. Telefoonbeperking uit. Uit. Sorry, Beert. En de keuze in de velden, zeg maar. Er zijn wel velden. Maar je zit wel een heel diepe sloten hier. Ja, wat was er ook in de wieken? Ik vind gewoon, ja, ik weet, ja, ik kan het, nee, ik ben nog wat, ik ben iets huiverig. Ja, ik ben iets huiverig. Nou, en je weet, ik heb mijn mening altijd wel klaar, maar ik ben nog wat huiverig. De velden zijn. Ik had er meer van verwacht. Ja, nou, dat is misschien wel goed aan. Ook alles weer haaks en hier ook, misschien, waarom nou niet mooi een beetje bochtje draaien? Waarom moet er nou weer haaks? Allemaal rechte strepen. Maar dit map in 24 uur bouw je zo'n map. Even sterk overdreven. Ja, het is net No Man's Land. Ja. Nou ja. Snowman, goedenavond! Goedenavond, ja. Kun je het land beneden zonder velden even. Terwijl. Ja, kan. Oh. Die heb je al. Ja, die heb je al. Ik heb alles al. Ik heb alles, hè. Ja, maar het is echt een singleplayer mappetje, jongens. Ja, dat gevoel krijg ik al meer. Nou, een tankstationetje, nou, dat is wel belangrijk. Ik zeg nogmaals, hij valt me niet tegen, maar mijn verwachting waren hoger. Haampje. Hier, ik kan nog toch, hier, de weg loopt hier dood, zeg maar. Je rijdt hier de weg op. Ja, hier, dan heb je hier toch een veerpontje van hem. Een veerpont. Waar je met de trein erop kan en die bijvoorbeeld naar een andere hoek even vaart, bijvoorbeeld, ik noem maar wat geks, weet je? Dat zijn van die dingen. Helemaal in de Alpen zijn stukken land, dan raast ervan. Jazekers! Dat. Ja, ik heb wel een beetje in die hoek al zwarte wouden en zo ben ik wel op vakantie. De Alpen is al helemaal anders, maar ja. Nogmaals. Dit is terecht. Dit is allemaal terecht.
En dan ook, één keer niet bij die skilift. Vind ik ook jammer, waarom kan je nou niet bij die skilift? Weet je, het is allemaal foto. Want ik kan nu niet verder zo, kijk. Maar je kan precies zien, maar niet verder. Nou, dat vind ik ook weer, ja. Ja, weet niet. Ja, maar goed, we kraken nog niet af, jongens. We gaan vrolijk door. Hier is Ben Botje, zo weer aan command. Hey, Rodje. Oh, Rodje. Wat Ben Botje nou, hè? Ik denk er een paar, maar ik denk wel niet wat ik wil. Flingeldagknippen.nl. Kijk eraan, ons Rodje is ook aan de gang. Ja hoor, met zijn chanderen. Wat is met die trekker dan, Ben? Ik wil die sneller naar 27. Dan moest hem... Maar goed. Nu... ik heb een beetje in de keel, jongens. Weinig vrij... Ja, klopt. Ja. Nou, de boerderij. Dit is een silo. Jongens, alsjeblieft. Hoe de... Ja. Niet lullig bedoeld. Dat ding is al vanaf 2013. Ja. Ja, die Duits, ja, dat was op zich ook nog wel goed. Ja, maar ik heb nu niet te veel mods erin. Ik heb er misschien 10 modjes in. Meer even voor het idee en kijk wat het is. Dus ik heb gewoon wat modjes van Easy Developer en dat soort ding modjes heb ik erin. Dus ik zal even mijn hardloopmuut zetten. En cool, Melvin, dankjewel voor je follow, jong. Super top en join the club. Herzlich welkom. Jazeker. Ze hadden er echt weinig. Ja. Ja, vind ik misschien. Control haakje. Jij had de trekkerland uit, maar de transmissie stond nog op dingen. Kijk, jongens, nou, we komen zo weer bij de trekkertje. Waar hier dan autootje, die zit erbij. Hier zit de maaimachine. Nou, wat erbij zit, de voorlader. Van die Lentner. Nou, frontblokje van die Lentner. En dan hebben we daar nog een ploegje staan. Die wil ik straks even rustig proberen met die oude trekkertje ervoor. Vind ik wel even grappig om daarin mee te prutten. En nou, dan hebben we hier dus de Mercedes der Mercedesen van de Alpen. Hè? Zo moet je zien, want hier zit Mercedes blog in, dat weet ik toevallig. Hier zit Mercedes blog in. Ik vind het wel een toevoeging om daar wat oudere trekkers in te zetten. Vind ik een toevoeging. Hoef de ander niet te vinden. Maar ik vind, ja. Nee, ik kan dit ook zo verzetten, Ben. Ik vind wel, dit vind ik wel een. Dit vind ik, zulke dingen vind ik wel toegevoegde waarde. Vooral in zulke mapjes. Maar het is natuurlijk niet allemaal negatief, hè? Maar je ziet hier ook wel dat hier ook lang niet vlak is, zie je wel? Oh, ik moet even schakelen. Ik heb toch. Hier is het ook niet vlak, zie je wel? En dat wil misschien wel niet. Maar hier gaan we straks nog even mee aan stoeien. Ik doe er veel onderdeven wel aan, hoor. Nee. Wel ik, hè? Ctrl C. En dan die voor mij. Nee, die. Waar je hebt ook maar drie dingen. Waar heb ik drie dingen? Deze kan achteruit. Waar kan maar die tandwieltje hem toch? Nee. Die? Nee, dus gasregelaar, wat? Ik kan het niet zien. Op stream. Een balk zit er weer op. Oh, in het tweede vakje. Ja, maar dat is het niet. Die ontbreekt dus. Die is niet multiplayer ready. Nee, dat kan maar zo, maar die mist ook wat. Bij 1. Ja. Is niet multiplayer ready, dan gaan we hem uitzoeken. Jazeker, ja, maar dat is dan mooi. Dus we nemen deze hem stiekem mee, jongens. Maar dit is een wagentje, nou, dat zal mijn worst wezen. Ik kom even voor andere machines natuurlijk. Hè. Ik heb zelf al een verrekertje gekocht weer. Die heb ik er ook maar in bij gedaan. En ik ben al een beetje aan het voorbereiden, jongens, op wat we allemaal hebben. En ik zal hem uitzetten. Hij moet staan, maar zien. De elektrische trekker. De elektrische trekker. Een schudder. Vier elements en een hark, een windrower, één element en een pottinger, Alpen cruiser, verkeerde knop, sorry. Ik heb dat nog, vliegt nog, hè. Aha. Dus de Alpen pottinger machine en dan hebben we nog een pers voor ronde baan.
Die zit er opnieuw bij. En dan gaan we even naar beneden. Ik ga hem even... Ja, geen voorraadkamer. Maar ik heb natuurlijk al een beetje voorbereid. En dat is logisch natuurlijk. Hop. Dus we beginnen die gewoon even aan de weg. Dat is het makkelijkste voor Bassie. En dan lopen we zo in rond. We hebben een bandhooier voor voorop. Of voor achterop natuurlijk kan ook. Om te wirzen. En we hebben een high-check wierzer. Die heb ik nog niet bekeken. Gaan we straks allemaal in proberen, jongens, hoe dit werkt. En we hebben nog weer een andere frontmaaier. De gewone Pottinger. Nova Alpen. Die is 260, zeg maar. Daar zit verder geen mogelijkheden op tot extra. Nou. Ik zit alweer in de lucht. Hé, wacht op. Ik had jou uitgezet, toch? Zo. En dan hebben wij nog een nieuwe achtermaaier. Hebben ze erbij gedaan. Die ook wat meer veert als de normale pottingers zoals we hier kennen. En dan hebben we hier de nieuwe frontmaaier. Die is ook beweegbaar op allerlei punten en delen. En ook als je een steen tegenkomt. Anton, dat klopt. Dit is de nieuwe DLC. Ja hoor. Maar dus dit is ook de nieuwe Pottinger Nova Cat. Die is 3 meter 1. Dus die is 3 meter breed. Dus dat komt goed uit. Nou, dan hebben we nog een nieuwe Pottinger ladenwagen. Maar ik denk dat de meeste Pottinger wagens wel bekend zijn bij iedereen. Ik vind het wel een mooie wagen dit, als ik heel eerlijk ben. Als persen wilt zien, dan moet je hier aan komen. Ja, ik kom er zo aan, hè. Welke pers is erachter dan? Ik weet niet ook. Die band, met die band, zeker. Die komen naar vandaag eraf. Alleen ze hebben geen voorraadkamer. Nog een ladenwagen van Pottinger. Hebben we er ook bij. Zit er ook bij nu. Dus dan gaan we nog even naar de grondbewerkingsapparaatjes. Dan hebben we de ploeg natuurlijk, de drieschadige ploeg. De schijvenheg van Pottinger. Gaan we ook straks even het werk zetten. Even hoe het werk en hoe het beeld is. En dan hebben we de zaai... Kobberg combi van Pottinger. Gaan we mee aan het zaaien. Dat kan er niet. En we hebben nog een cultivator. Maar goed. Ik denk niet dat ik dit veel zal gebruiken. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Dus dat zit erin. Keep it vol. En we gaan alles dus even bekijken. En we gaan dus ook alles even testen. Dus we gaan even. Ja. Ik pak wel even de Ebi. Kijk, dan hebben we de Ebi, jongens. De Ebi, de Bergmaier, de Salutmaier, hè. Hier in Nederland zie je ze vaak bij de snelweg, op de Salutmaier. En daar is je eigenlijk wat meeste voor. De Rigitrak. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar daar heb ik ook weer wat... Ik heb ook wat geleerd vandaag, want ik wist niet eens dat het bestond. En dan, dit is de middelste versie van de Rigitrak. En dan hebben we hier de Lintner. Daar hebben we een bakje bij. En daar kunnen we dus ook nog andere dingen mee doen. Die elektrische... Ja, kom zo even op. Dit is de Lintner. Die zit erbij. Vind ik op zich ook wel een mooi trekkertje. Gaan we ook straks mee. Gaan we ook zo mee aan de gang, hoor. En de grote broer. De 150 pk Rigitrak. Is er ook bij. En de... Miss Alice. En de... Een nieuwe, nieuwe zweler. Een 9 meter schudder was het voor mij in mijn hoofd. En de laaienwagen. De laaienwagen van achter de Lintner. Dus daar gaan we straks even mee maaien. En we gaan ook gelijk even maaien en opladen. De poepton. De slurry tank, zeg maar. Voor de bemesting. Hoi. En we hebben nog, ik heb een tweede erbij gepakt, even, maar dat is makkelijker om even te showen. Dus dat is de reden dat ik het even zo doe. Kijk, we gaan deze er even afhalen. Oh nee, deze kan geen maaimachine hebben, hè? Nee. Oh, deze moet ik nou hebben. Nee, dat moet je paar hangen. Ik moet die andere hebben. Ja, kan wel, hè? Ja, dat kan wel, maar ik moet configureren. Ja, maar ik heb één klaarstaan. Kijk, ik heb één klaarstaan. Kijk. Oh, even hey, resten. Ja, Ellis, Ben reageert nou niet op de app, hè? Want hij is aan het sturen, dus. Maar we gaan er even mee. Wie zal hier eens even mee? Maar we moeten een beetje vreten hebben voor de koeien. Maar de koeien hebben geen vreten meer. Nou, we pakken eerst maar eens even de. Pakken we deze maar of pakken we die ander? We hebben nog een de boomling. We pakken ze gewoon allemaal een. Ja. Zo gaan we doen. Ik rij even naar boom houden, want ik heb nog een maaimachine daar liggen.
Beren heeft de server verlaten. Oh, daar is die elektrische, ja. Oh ja. De elektrische trekker. Als ik het niet zeg, dat zijn passies, dat maakt mij nog eens. De elektrische trekker, jongens. Dit is de elektrische versie. Ja. Alice werd het nog niet, natuurlijk. Ja, klopt. Die heks. Jawel. Oh. Dus de elektrische trekker, jongens. Hartstikke geinig ding. Eén. U klappen. Wie zal er een veldje op? En wie dan een veldje? Ja, wie hebben nou een mooi veld om te beginnen? Ja. Wie begint hier gewoon nog even met een maatje? Ken ik hier tussendoor? Ja, zeker. Nou. Met de elektrische trekker gaan we eens even aan de gang. Accu leeg. Ik wist dat hij dat ging zeggen, hè. Het ding is wel bloedsnel. Ja, dit ding is echt snel. Zo. Oh, als ik doorrijd, dan doet hij iets ook. Dat klopt niet helemaal, hè. Kijk, ja, dat moet morgen door. Ja. En hij gaat een bult gooien. Dus dat vind ik alweer... Dat klopt ook alweer niet. Ik kom denk ik dat je hem omhoog hebt. Nee, maar dat klopt nooit, ja, maar dat is echt ook niet zo. Ik heb toch omhoog. Mooi! Hij heeft ook gauw bed. Geen bed, vriend. Nou. Kijk, hebben jullie zwijn? Ja, jongens, je ziet al eens hoofd van Marijn dit keer. Geen doen. Nee! Zo. Zo, hè, dan ben je er gewoon in beeld, hè? Ja. Hey. Ja. Hè? Nou. Papa. Het is even een trekkertje. Ja, dat is de elektrische. Die was ik net aan het proberen. Dus ik heb de maaier even uitgezet nu. Dus we gaan nu even weer. Maar dus dat wil ik even uitleggen. Pap. Ja. Wat is dit voor trekker? De rigi trekker. Maar dat ga ik je nu niet doen. Want ik ben nu even met live. Hè? Dus dat kan ik je nu niet vertellen. Ja? Ja. Goed? Ja. Nou, lekker snurk. Tot morgen. Ja? Doei, jongen. Wat rusten, Marijn. Wat rusten, zeggen ze allemaal. Dus. Uitrusten! Hey, dag jongen! Doei! Op zich een heel heilig trekkertje, een beetje om de boerderij. Ik denk dat het ook meest is. Volgens mij gaat de deur wel goed dicht. Ja. Oh, deur goed dicht doen liever, hè? Ja. Goed zo, je lieverd. Ging het niet goed. Maar goed. Dus, op zich een, ik vind het, ja, ik vind het wel heel geinig dit. Echt. Heel geinig. Ik vind het ook wel wat hem. Ik weet niet. Dus ik gooi de maaier hier in af. En dan ga ik even, moet ik even weer schakelen. Maar dat zit daar ook aan natuurlijk. Want ik heb veel roer achteruit aan. Kijk, hoep, piep, piep. Ik wou zeggen, ik vind de machines en zo beter als de map zelf. Ja, nou dat sla je de spijker op zijn kop. Meisnaar. Ja. Nou, ik wou toch wel een balenpers met voorraadpunten. Ik ken niet alles aan Bins. Deze pikt er wel achteruit op, als achteruit erin. Kijk. Nou, dan hebben we dus een maaier hier in mij, jongens. Oh, zo. En dan rijden we even naar beneden. Dan pakken we de ladenwagen er ook gelijk bij. Dan hebben we één loop, kunnen we wat doen, hè? Ah, ja, zeker. Ga ik met persen kijken. Zeker. Maar ze zijn nog alleen maar persen. Kijk, daar krijg je ervan, oh, hè? Oh, Ben moet nog alleen maar. Ja, ik ga er flauw van dat ik een opraadwagen kan pakken. Daar gaat niet. Jawel. Oude opraadwagen pakken. Maar dit vind ik dus wel op zich wel heel geinig, als ik heel eerlijk moet zijn. Want dit vind ik wel heel grappig. Dit is eigenlijk wel iets wat je niet heel de dagen ziet hier, hè? In de buurt en zo. Hebben ze dat in Alpen ook? Dat weet ik niet eens. Denk Sorry. Nou, ik vind die steilere stukken hebt. Hè? Huh? Echt die steilere stukken? Ja. Maar sowieso. Ja, maar we moeten hier dan recht voor die bergen omhoog. Ik zeg nog niet dat de 50-50 koekoek. Hij heeft nu nog 50-50 koekoek. Ja. Hij heeft nu nog 50-50. Koekoek, hij is voor €20, €30 te duur. Maar wie binnen is alles te duur momenteel. Jammer, joh.
Ik zeg niet dat het. Nee, ik ben er nog niet helemaal over huis. Er is hier een pandem uitgenodigd. Ik vind dit wel. Ja. Dit vind ik wel heel leuk. Als ik heel eerlijk moet zijn. Ik vind dit wel een hele leuke toegevoegde waarde. Ja, ik kon dat mijn GBS niet meer kwam. Kijk. Ik vind het wel heel bijzonder hoe ze dat pakken zo. Huh? Wel mooi. Ja. Ik vind dit wel heel cool. Maar Kokok, jong, welkom. Allemaal natuurlijk en niemand uitgezonden, hè. Laat dat duidelijk wezen. Waar ben je vol, Ben? Ach! Jazeker, via de Alpenexpress. We hebben een probleem, Roy. Kijk. Wat? Ik ben nog aan het persen, ja. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ja, mijn keeper is vol. Ja, ik kom eraan. Zit je geen trek of wel? Ja, dat heb ik je wel. Nou, even gras jongens. Beetje gras voor de koetjes vast. Oh! De elektrische ding kan er wel voor. Nou hoor. Nee, maar dat moet groeien. Dat moet groeien. Maar Jeffrey ook welkom, joh. En dat moet groeien, oh, koekoek. Alles moet groeien. Ik vind wel, dit vind ik wel grappig, zeg maar. Ik vind dit wel heel geinig. Wat voor trek hem op hem? Maar een minuut, zet maar hier even de keeper. Dit is een apart manier, ja dat klopt. Dit is wel een heel apart manier. Maar dit heeft wel ook wel een beetje, ja, dit is wel heel... In die hoek zie je wel meerdere van deze dingen, hoor. Kom me gewoon even met deze olle raker, hè. We gaan even bij de boys kijken. Ja, hier van de boys is er niet. Wat is nou weer koffert van 50.000 euro? Hey, quite nice. Klink ik schel? Nee toch? Ik heb wel mijn camera of mijn microfoon, nice. Microfoon verzet, dus dat kan. Die hangt nu boven mij. Dat is Jeffrey, dat je een ander geluid hebt. Ik kan hem wel een beetje bijregelen nog, want ik heb hem voor mij een beetje te hard staan dan. Hier in Discord valt het wel met, hè? Zo dan. Nee, ik zie het al. Zo. Is dit beter, Jeffrey? Zo? En ik heb het een heel klein beetje in de keel, dus hè. Maar dat zie ik jullie nog niet alles laten zien, jongens, hè? Maar dan ben ik weer achter die old keeper uit. Zometeen niet nodig. Ik vind dit ook goed. Ik ben al bijna. Ben jij er ook al bijna? Hij is nou weer kort. Oh, meneer, maar die komt alleen nog maar. Zo. Nee, ik kom met mijn trekker weer. Mooi weer trekker, zeker. Oh, is die niet. Ik ben mee nog voor de keeper hem. Maar die stond er al toch? Nee, die stond al bij de shop. Ja. Maar wat heeft zo'n kort voor 52 euro? Ik ben nieuwe keeper, Ben. Hij heeft een tweede keeper gekocht. Hij heeft zo'n Duitse kaart gekocht, Ben. Yo, laat je doen. Die hek ook op een spraak. De kwaliteit ook wel. Ja, is de kwaliteit ook beter? Ik zal kijken als ik nog even zachter zet. Want ik zeg, ik heb hem toevallig ietsjes... Nou, zo daar. Is dit dan beter, jongens? Jeffrey, ik heb hem nu nog weer verzet naar nog weer wat anders mogelijk. Ah. Ik ben nu al heel zachtjes. Kijk, dat dacht ik al. Dat je net van midden weg. Zo, ziet zie. Zo. Oh. Zo daar. Nou, zo doen we het. Zo laat ik hem eerst even staan. Zo geloof ik het wel. Min 10 decibel. Dan komt dat vast goed zo. Hey, Wolfie. Mooi bij jou. Mooi, Wolf. Mooi. Nou, is zo beter, Mr. Jeffrey. Kijk, ben je in de verse stuk? Ja, ik kom straks wel weer eens, ja. Nee, wat ik zeg, ik was alleen met de microfoon aan. Oh, ik wil alleen nu springen. Ah, kijk, hè, door hè. Maar ik ken die man ook harder, hè. Het gaat te langzaam, ik moet steeds stoppen. Ach, sorry jongen, het echt gebeurt er ook, hè. Mag er nog een plasticje omheen? Nee, dat wil niet. Oh. Maar dit is ook de nieuwe pers, jongens, die hoort ook bij de DLC zit. Oh. Die heeft stom weer nog? Stom blimmer. Ben ik er nog niet verder, maar ik heb nog niet. Ik kan nog niet verder. Ja. Is wel mooi. Hij is wel.
qua machines neem ik wel een beetje petje af, ja. Er zit geen voorraadkamer in. Nee, dat zit er sowieso niet in deze serie, hè? Nee, dat is kut. Maar ik moet wel zeggen, het is wel gedetailleerd. Meer details. De combiner. Ja, combiner is ook gedetailleerd. Ja? Ja, dat kan zo in mijn rondje met, hè? Ja, ik ga zo in mijn rondje met die mensen, ja? Ik zal het toe moet laten. Ik zal even een stukje persen. Hup. Ook gewoon die baal naar Rudder. Ja. Maar als die baal klaar is, dan schiet hij eerst naar achteren en dan... Dat klopt nog niet helemaal. Oh, ik rijd er al voorbij, hè. Ja, dan hoi. Een beetje aan slingen. Ja, ik ben nog aan het kieken naar down. Je hebt er eerst niet eens aan. Hey. Daar ook nog. Afslingen. Jazeker. Och, wat toch wel. Ah, ik pak hem hier wel een beetje weg. Erg vol. Goeie dag, heem. Hij schiet er echt van door. Nou, dat vind ik wel een beetje een dingetje. Het kan misschien wel komen omdat het stro is. Denk ik. Ik zal naar de supermarkt, maar waar reed die hierin? Oh, ik liep daar zo'n check in. Dat is wel maken. We kunnen hier zo door de prikkel roos. Oh, daar is het. Hier zo, ik heb hier een stoel. Kies weer verder, Ivers. Oh, nee, ik zou naar de supermarkt. Oh, nou, dan knap ik even bij. Nee, die combine die zat er dan niet bij. Nee. Kijk maar. Maar ook weer een combi uit die man, hè. Maar nou, dan ga ik eerst even naar die andere kant weer. Ik vind het details wel mooi, ja. Jawel, jawel. Nou, dit is van die pers, vind ik dan weer een tegenvalletje, maar ik ga hierin mee, jongens. Smakelijker. Waar waren we gebleven? Nou, we kennen deze. We gaan wel zien bij, jongens. Oh, kijk door in onze beent. Hoi, beent. Hoi. Dat is wel een trekker wat erbij zat, hè? Waar? Die van beent met red. Ja, die was al lang. Is wel leuk ding. Dit is de grootste trekker die erbij is gekomen. 150 pk. Apparaatje. Maar ik ervan denk, moet weet ik nog niet. Maar hij zal vast zijn werk doen. En hij is allemaal knikbesturing, hè. Daar hebben ze daar heel veel, jongens. Alles op alle wielen sturen. Mooi snijden. Ja, zeker. Daar was ik wel aan wennen. Maar qua maaien is wel maar. We kunnen zo een boompje in, hè. Dus we gaan ook eens even... Oh, schakelbas. Ik heb de schakelmotten net weer in, jongens. Dus ik moet even weer een beetje wennen en... Ik ben verdwaald. Ik moet naar de Lidl. Wie de Lidl? Ik zit nou bij de brouwerij, of weet ik veel. Ja, dat kan hoor. Ik ben serieus, jongens. Ik ben nog nooit in de Alpen geweest. Dus ik kan daar niet over oordelen. Wat nodig zij, denk ik, dat ik naar de Alpen kom. Maar goed, we gaan er even deze grote maaier in proberen liggen. Ik denk dat ook wel een... Het is wel een beetje... Ja. Maar kunnen we die steile bergwand ook maaien? Ja, een steile. We hebben toch allemaal spul van steile wand? Ja, maar het is ja al een beeld berg en al hier. Oh, dan ga je wel. Nou, ik ga eens even met z'n aan het maaien, jongens, en zo was ik kijk waar het allemaal kan. Hè? Waarom is mijn muziek uit? Ik heb dat niet gezegd. Ja, ik wil gewoon doorgaan. Nou, dat is niet alleen uw muziek. Oh. Zeg.
Dan kan je hem in een andere wielrichting laten draaien. Hey, maar hij laat dan wel wat staan, zie je. Kijk. Dus dat is niet de uitvinding. Nee, ik hoef vooral maar hij er zit er ver bij, hè. Ja. Ah, we hebben alles in Joden. Hetzelfde als ik met de vrouw naar Maya de Bas ga. Ja. Klopt, hè. Hier, weer een botje. Ja hoor. Bij hem. Mooi, een beetje fris hier. Gelukkig hebben we de muts op, hè. Ja, we hebben de muts, oh, die hebben we niet op, hè. Die mogen we naar geen bouwen, hè, die mutsen. Oh, hebben we geen muts op? Nee, zeker niet. Zullen we die weer vergeten, ja? Ja, die heb ik vergeten. Nou goed, jongens, het is natuurlijk ook, jongens, iedereen heeft zijn eigen. Ik vind het wel leuk, ik ga er wel wat mee doen met deze map, dat weet ik wel zeker. Dat heb ik al in mijn hoofd zitten, maar ik weet nog niet precies hoe. Maar ik ga hier wat mee doen. Dus dat gaan we allemaal uitzoeken en puzzelen wat een beetje uitkomt en wat het mooiste werkt, zeg maar. Maar ik heb hier wel wat leuke ideeën mee om dit te gaan, wat mee te gaan doen. Voor singleplayer is hartstikke leuk. Ja. En dan ga dan ik singleplayer of een keer met twee man of zo, dat kan altijd. He, dat wil wel een keer in mijn gras in kaal nog, een beetje dat soort dingen, muis, blam. Muis, haarkant. Ja, alle velden vol, en een silo. Ja, nou, we kunnen ook weer maar één schild weer easy developen, man, hè. Al wat probeert. We gaan dat proberen, hè. Hoe kan een silo niet volkering? Ja, wel met kaf, maar niet met Je moest toch nog een koeien voeren, hè. Ja, ik heb al wel een koeien voeren, maar ik ben even ik twijfel, hoor. Ja, nou goed, ik snap die twijfel, Martin. Ik ben heel eerlijk, de machines, er zijn er genoeg van, ook in de mod-up, die ik dan even net zo mooi vind als deze. En ik denk dat er, persoonlijk gezien, ik vind het gewoon belangrijk dat ik het jullie kan showen. Dat is de reden dat ik hem ook koop. En niet om iemand anders te laten twijfelen erover van, nou, ieder moet hem voor zich kopen, maar ik vind 20 euro aan de ene kant wel aan de prijs. Daar ben ik heel eerlijk. Ik had een middentientje verwacht. Ja, dat was wat beter. Het was een beetje geloofwaardiger, laat het zo zeggen. Misschien is dat beter antwoord. Ja. Nee, de map is het ook nog niet helemaal. Ja, ik vind de map niet raar. En je kan er wel heel veel leuke dingen mee bedenken. Zoals ik dan wel met stream of wat dan ook er misschien mee ga doen. Dat weet ik nog niet helemaal 100% zeker. Maar dat is wel een spinseltje in mijn hoofd. Maar ik ben daar nog mee over een dubben. En dan heb je wel een mogelijkheid. Waarom laat hij dat nog staan? Het is veld, denk ik. Huh? Dat het niet mijn veld is, misschien. Denk ik. Hey Tom! Goeiedag. Ja, ik heb Komijn vol. Mijn tijd. Kom hier eens aan. Maar ik vind het wel een. Ja. En als je dit zo bekijkt. Oh, je zit wel op een soort gameplay wat je anders niet zo zitten, hè? Je zal anders niet gauw in de Alpen aan het mijn wezen. Ik krijg een vrijwel ook met 27 hoor. Oh, kijk eens, boom. Kijk, dat is wel. Nee. Ja, low. Nou, dat was nog jawel. Beter, Martin Rebel. Dat was nog beter. Ik heb ook nog even zien redden erop, bro. Patrol. Hij de veulendriving aan moet doen. Die. Nee. Wel. Hij blijft op low. Ja, ja, nou, ik had een tientje verwacht. Ja, klopt. Fossy Games. Ja, klopt. Ik ben niet. Ik raak hem nog steeds niet helemaal af. Maar ik vind gewoon. Ja. De map is te flat. Te veel oud spul in. Te veel oude silo's, stallen. Dat heeft hij ook maar. En. Ik vind dat ook wel een beetje jammer. Hij zit op 53, ja. Misschien is dat het wel. Boven dat ding, boven die toer. Aha, Tyson Thunder, mooi ja. Mail. Staat low, 27. Hi. Dus dat is het ook een beetje, hè? Wat kies je? Wat kies je? Wat? Kijk, nou, ik vind. Nee. Nou, die maaimachine, ja, leuk. Dat een beetje anders beweegt, vind ik. Ja, dat heb je anders. Ja. Toch helemaal anders als die andere die wij gebruiken. Hoe verandert dat HLO dan wel een rondje? Met die. Het is wel best wel lekker gemaakt, jongens. Oei. Je hebt bom en daartoe zei je dat dit een rechte streepje. Maar dat is het ook, hè? Wat heb je er zelf voor en over? En ja, er is natuurlijk heel veel mogelijk. Ik steek hem even gauw recht, jongens. Wat even gauw recht maken.
Kom die. Maar bij mij staat die direct in hoog. In hoog. Dus met de combine ik had iedereen met even een speelmis, ja. Oh, eh? Maar goed, dus die... ik ga daar nog eens een beetje over. Dat is iets wat ik wel jammer vind. En ja, de machines op zich... Ja. Als ik de normaal de hervorm mogen doen, dan maak ik geen gras. En dat vind ik ook weer zoiets, ja, wel een beetje jammer. Maar dan zou ik misschien net de verkeerde trekker ervoor hebben gehad, natuurlijk, dat kan ook, hè. Die moet ook nog wat passen. Maar even niet genoeg. Maar goed, je weet het toch nooit helemaal, hè. Maar dat is natuurlijk wat iedereen heeft zijn eigen ideeën erover, maar ja. Kijk, en ik had nog wat gevonden. De afwerking van de map zelf, ja, vind ik een beetje, voor Giants te doen, zeg maar, een beetje matig. Echt matig. Even vast, stiekem, ja. Waarom heb ik nou weer geen muziek? Ja, nou, bijvoorbeeld. Maar goed, het zit natuurlijk iedereen die heeft wel zijn eigen... Oh, ik ben een beetje slingeren. Ik kan wel GPS aan doen, maar... Oh. Ja, is de GPS niet aan? Nee, schoen maar zit ze. Ik heb GPS wel aan, hè. Ik vind het wel heel geinig, hoor, hoe ze het hebben, zeg maar. Gemaakt en... Ja. Nee, daar vind ik geen tegenvallen. En we hebben gewoon de maaimachientjes en de ding, ja, die hadden we eigenlijk al, hè. En die zijn er qua mods al veel mooier als dat die is dat ding het echt ook grijs? Vraag ik me dan af. Die bak? Ja. Dit is niks speciaal, hè, maar die veert wel, hè, zuster, wat? Oh, dat ik ging komen, hè. Dat is het wel, hè. Maar je moet dit er wel... Maar je kan hier geen werker op aanzetten. Maar die werker... Kan ik hier een werker op zetten? Ja, maar ik kan hier wel een werker op zetten, ja. Mooi staan. Jazeker, dat is mijn waak. Oh, kijk, dan kan ik even kijken, ja. Dat vind ik wel mooi beweegbaar zo. Hè? Nou, ik kan nog vertellen, nee. Daar. Ja. Die bak. Gewoon een grijs is. Ja man, dat meen je. Die is dezelfde kleur als wat jij daar nou hebt. Oké. Dat is, je hebt als het goed is een Novacat 303. Nee, 301. A301, Alfa... Nog wat? Alpen Motion Master. Nou, even kijken wat dat doet, jongens. Daar zijn nou de weg geweest. Dat ben ik wel nieuwsgierig, hè. Oh, dat valt me niet tegen nog. Het is ook van die dingetjes, hè. Nou. Hij is gewoon precies zoals in het echt ook is. Oh, hierachter ook? Kijk, dat, ja, nee, ik kijk zelf wel even om dat. Huh? Ik heb hier, ik zit nog bij Dupart. Oh, ja, natuurlijk Dupart is duur, ja. Ja, ik heb gewoon paddingen in, voor paddingen maaien. En dan zoek ik op afbeelding. Ik mag wel zeggen, dit valt me niet tegen, van die werken. En er zit gewoon een met een linde. Met zo'n master maaien, dus. Precies dezelfde wat je hier ook voor hebt. Klap, precies. Kijk, nou ja, dan weten we dat ook, jongens. Hop. Nou. Platsie. Een trekker heeft er zelf. Ken dat? Dit is dan... Dit is geen elektrische. Dit is de kleine. Gaan we even schudden. Maar nog een paar bakjes hebben. Deze ben rap, jongens. Die ben echt rap. Dit is echt een snel trekkertje. Oh. Zo. Echt een heel snel trekkertje, jongens. Kijk eens even op. Echt, dit is zo geinig. Echt een rap trekkertje dit. En dit is voor mij ook 9 meter. Was dit nou Roy? Gaan we het over? Ja, voor mij wel.
Ja, denk ik beter. Ja. Acht elementen neem ik ja. Ja. Dus dat vond ik ook wel geinig. Nou, we gaan ook even, schudderen. Kijk eens aan. Beetje heu maken. Maar ik denk dat ze hier wel van de heu ben. Heuboeden. Oh nee, Roy. Ik ga hier tussen deuren. Heb ik daar ook mijn neus? Ja, maar ik, ik ben nooit in Altenberg dus. Nee, die komt niet zo ver van huis, hè? Nee. Frankrijk was verste. Wat neudert iets? Hé. Hey. Heet iets ver. Oh. Kun je wel even regelen? Oh, kut. Als vaders weer goed is, dan wil dat misschien. Ja, vaders komen wel weer goed. Nou, duurt nog alleen. Ja, dat wel. Maar een rap trekkertje, jongens, dit is echt. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar voor mij hebben ze een peper in de kont gestapt. Serieus, dit is zo'n rap trekkertje. Waarom heb ik geen trekker uitgemaakt? Omdat ze in de berg is eerst? Nee, vlak land. Nee, dat is voor geen meter. Op. Maar weer hier zetten we de werker ook nog helemaal op. Kijk wat hij doet. Kijk nou, even kijken wat hij doet. Kriebel. Hoeveel melk doe er dan? Oh, Roger. Hoeveel is dat maar? 65. Doe melk dan nooit? Nee, doe mij melkje nooit. Hij lacht dat je nou. Dat ben je. En dit ook, hè, die cabine is ook nog heel onafhankelijk knikbaar. Ik vind het wel, ja, ik vind het echt wel. Ben al die banden er weg? Wat gaat dan nog? Nog meer vee? Jazeker, zijn er twee schuren met tok-tokjes. Hij heeft nog iets meer. Waar broeders maar. Hey Babsy! Hi Babsy! Hi Babsy! Maar ja, de pottinger is algemeen bekend natuurlijk, hè? Wat gaan we doen? Oh meisje, je durft wel bij die boom! Wat een dikke bee! Wat? Hier, Brutus, die zit weer de boom op, hè? Brutus, jongen, goedenavond! Brutus, even zien hoe zo'n band als die er was. Ja, chaos bij die man! Of ja, de snelheid er zo in dat het niet zien heeft. Hij komt wel een foto maken. Ja, en loop. Wat gaan we doen? Hij is kwijt, kwijt, jongens. Hij weet niet wat hem was. Dat maar aan, dat maar saai. Ja. Goedenavond. Jazeker. Daar is niks meer mee, Jouke. Dus. Oh, ik had de boel nog niet eens opgeruimd. Ja. Bye bye! Best. Maar goed, op zich, ja. Maar ik vind de details van de machines op zich, zeg maar, ja. Ik vind dat wel, alles, het valt wel mooi. Hop, vreed nemen. De grootte van de Veluwe, jazeker. Jazeker! Ja, maar jij bent een keer in de Alpenstemming, hè? Bij je Duitse Alpen. En wie denkt, wie moet er wel een beetje promoten? Ja, nou, kijk maar de deur. Of waar het is. Kijk eens. Speciaal voor jou, Babsy. Ja. Je vindt die andere muziek altijd niks? Nee. Hij is al leeg, hoor. Oh, maar. Stopt hij ook of niet? Oh, dat blijft van in link. Kijk. Dat viel mij laatst al op een buggy. Zo staan? Nee, zei. Oh, dat hebben meer machines. Ja, dat zeg ik. Dat is een beetje buggy. Dat is een buggy die ik al gezien had. Maar goed. Nou, die klinkt wel beter hoor.
Al prima. Dus, oh. Kijk maar, zulke dingen vallen dus niet om, hè. Dat zie je wel weer, hè. Ja, blijf een beetje voer achter, achterin hangen. Bij het meeste, bij de koeien gebeuren, waar je de koeien, zeg maar, het vreten deponeert, daar gebeurt dat. Dus, nou, mijn vraag, waar ik persoonlijk naar uit heb gekeken, jongens. Dit is echt, hier had ik naar uit gekeken. Ik weet niet waarom, maar ik heb er gelijk maar dubbel versiering aan, hè, maar we gaan wat salu af, hè. Ja hoor. Ja hoor. Of ben ik nou zo bruid voor die maaier? Nee, ik. We gaan voor hem min houtje opzuiken, we gaan voor hem een minder salut. Oh. Maar dit is wel een van de maaiers die ik, waar ik op gehoopt had. Dus we gaan een heel schuin saluutje zoeken, maar dit is dus de saluutmaaier, hè. Waar hebben we een beetje een berg door, onderachter wel, ja. Daarom heb ik ook de hele map gekocht, want dan weet ik zeker dat ik veldjes heb, hè. Inkomsten heb ik ook alweer. Kijk, de euro's die komen alweer binnen. Hè? Hè? Ja, zo'n pistbully daar had er ook wel een man zin eigenlijk. Het moet maar zijn sneeuw. Ja, maar we hebben hier geen sneeuw in. Ja, het is wel seasons ready, jongen, dat wel. Ja. Maar we rijden hier net ook wel home met de home trekker, hè. Dus we hebben hier eigenlijk nog niet zoveel schuine talud, hè. Je gaat de andere kant op, met bio. Met bio? Ja, die is kunnen stukken. Ik wil je vanmiddag zien dat je daar wel kijken als ze door de stal kan plaatsen. Oh ja, door. Nou, dan moet ik doorheen, ja. Door is het wel stijl, volgens mij. Nou, dan rijden we doorheen meer. Ik ben dan niet helemaal tevreden met die schakelmotor, want ik denk dat rem voor geen meter. Ik was van buiten, toch? Klopt. Zit er een kaasfabriek in? Ja, dat kan, joh. Zover ben ik nog niet. Nee, dan kun je wel mij alleen melk inbrengen. Hier is een mooie schoentje, ja. Minder remkraag. Ja, die heb ik op 0%. Ja, die is hol gezet, hè. Ja, ik ga hier eerst naartoe. Hij stond op 15, hè. Oh. Maar, dit is één ding die ik graag nog uit wil proberen, net zegt ook, op zo'n ding. Dat is het enige waar ik nog nooit mee gemaakt heb. Dit lijkt me nog echt een keer geweldig. Ik heb nou 200. Ga beter aan. Ja, gewoon wel. Ik weet niet wat voor muziek. Ik heb gewoon playlist gedownload of van YouTube gepakt en met Alpenmuziek en weet ik veel. Ik denk die maar aan en gas. Ik zal zo eens met die kaasfabriek kijken. Hier is de beheer. Oh, dan gaan we hier de bos niet. Dan gaan we hier wel eigenlijk het bos wel even wat zien kan. Maar door is wel een bergje, denk ik. Oké, oh, dat is de buitenkant van de map, ja. Andere kant op. Waar kan andere kant op? Mooi vanmiddag hem wel. Oh, door, ja. Er zit een kaasfabriek in. Oké. Dan naar beneden. Hierin. Ja. Ja, dat wil hij, hè. Dat mag met bochtjes. Ik wacht even. Ze beginnen al te stuiten, neem je doen. Ja, je moet met die bochtjes omhoog. Ja, dat lukt nou, ja. Oh ja, dat is. Oh, hier, die is ook wat te looten. Kijk. Eén die van de werf. Nee, jongen, ik heb wel een ander, hè. Nee, dan moet je nog verder de maat op. Ja, dat komt gauw. Nee, ik heb een verkennis net die zo'n ding. Van de werf kom ik niet, hè. Nee, van de werf kom ik niet. Maar dit is dus in het echt ook, hè. De echte talutmaaier, hè.
Waar? Ik heb vroeger veel bij de snelweg gemaaid, hè? Ik heb bij de snelweg gemaaid, dus ik heb wel aardig wat meegemaakt al bij de snelweg. Oh, vreselijk. Vreselijk was dat. Maar ik wil niet mee mogen. S'nachts om 2 uur weer bij u zijn of 4 uur, maar dan zijn we weer op trein. Valt me niet tegen, hoor. Dan denk je, wat schrik. Hij plakt hem zo tegen de ziekenhuis aan. Makkelijk. Makkelijk. Hoi, Roy. Mooi. En hem nou nooit. De wadelstaal, hè. Oh, dit lampen zit ik nou. Waarom niet, hè? En dan kunnen we het over mijn. Nee, de land waar je niet bezit kunt, is het niet mijn, hè. Dat is jammer. Ik heb bij de snelweg gemaaid, maar ik had gewoon altijd. Ik ging gewoon bij zo'n trekkertje. Die hadden ze bij Krinkels, draaiden wij toen voor. En het was van een ander bedrijf dan nog, maar draaiden wij voor Krinkels. En toen hadden wij hebben wij ook vaak genoeg snelweg bij de snelweg, zeg maar. En dan zie je ook wel die ding. Maar ik gewoon met een honderdje, hoor. Ik ging op die schuine teluut, nou, net als niks was. De koeien maar een astro en ben. Gewoon een acrobaatje, gewoon op die teluut. Die trekkers die valt niet. Die glijden, hè. Trekkers glijden, die valt niet. Ik ga naar de koeien. Ik weet niet als het wil. Het zijn wel wat, jongens, hè, dit. Ja, daarvoor heb ik baaltjes. Dat is toch een baalt, hè? Ja, maar hier ben ik al best, ja. Oh, ja. Ja, maar ook nog gras heen, hoor, maar door hem. Ja, door zoals toe of ja. Mijn, ja. Mijn is mijn hobby, hè. En meubels verkoop ik niet vaak. Ik zal dit eraf hebben. Dan heb ik combijn klaar. Dan ga ik alleen met die linder afvaart. Ga ik alleen gewoon haken. Ja, prima, ja. En we kunnen gewoon even met een lodewonkje, anders wil ik wel pakken. Krinkels, die ken ik wel. Ja, Hegers. Wie kent die niet? Egger. Krinkels, hoi. Ach, jezus. Nou, we gaan even verder. Maar het is wel geen heen of zo, hè? Tegen zo'n teluutje omhoog. Ik vind het wel mooi, jongens. Ja. Oh. Nee, Krinkels niet. Krinkels is een van de grootste. Nou, ik denk wel een van de grootste wegenaannemers per gras, maar eigenlijk wel een van de grootste aannemers, denk ik zelfs. Groenvoorziening, zeg maar, voor het gemak. Ik denk dat het wel een van de grootste is. Iets van 350 maand. Alleen op groenvoorziening, hè? En dan huurt ze nog van alles bij. Ja, maar die is ook groot, dat klopt. Maar ik denk niet dat hij. Ik denk niet dat hij 300 maand personeel heeft. Ik geloof dat Krinkels. Daar staan ook weer dochteronderneming van. Bij ieder de punt zit ook zo'n bedrijf. Hoi, is ook nog maar. Landscape. Bij de punt, hoor je ze nou. Die graag maar in adel. Dat was eerder de punt, ieder de punt. Ja, Jan denk ik ook wel dat toen er was voor gewerkt heeft, ja. Maar Krinkels die zit hier ook in Nederland. Ja, of hier in het noorden, hoor. Zeker. Niet bij ons. Jelle Bijlsma die draait ook heel veel voor Krinkels. Oké. En Jelle Bijlsma is ook al een vrij grote aannemer. Ja. Maar die is weer onderaannemer meer, hè. Nee, Friesland heeft dus zelf een onderhoud van. Ja, maar dat is allemaal weer onderaanneming van. Deels ook weer onderaanneming van Krinkels, geloof ik, hoor. Nee. Ja, nou, de gunning gekregen voor. Dat is dat veranderd, hè? Snelweg, ja, afgelopen zo. Oké, ja, dan is dat net veranderd. Maar eerder draaide Jelle Bijlsma wel voor. Ik ben ook nog van die andere koekenpakkers aan. Die kwam heel ver weg. Meister. Ja. Queen daar heb ik gewerkt. Wie ben Jelle Bijlsma? Oh, Zicht. Zicht, ja, dat was hem. Zicht. Landscape, ja.
Ja, de nieuwe DLC, hè, klaps. Nee, ik waar is Pekel? Nou, Pekel is aan die arbeid. Pekel is aan het werk, hè? Pekel wil er niet bij mee. Nee. Kouwenavel. Verzuurmond zit ook. Nee, van Bennegom. Oh ja, die is er. Oh ja, van Zuurmond, ja. Maar wat ik zeg, want Krinkels is officieel een onderdeel van een Engels bedrijf, hè? Engelse dochteronderneming. Nee, in Engeland hebben ze ook een dochteronderneming. Sorry, zo moet ik zeggen. In Engeland hebben ze ook heel veel werk. Wat ik begrepen heb. Maar dat is ook alweer jaren geleden, dus ik zit er ook niet meer zo in, hè? Hij plakt hem echt in de ziekte aan haar, Roy Moskik. Maar is naar. Hoi, waarom kijk ik er niet uit? Ik ken er niet uit. Ik mag er naar uit, nou. Hoi. Ik mag er niet uit, nou. Hey, kom avond. Waar gaan we nou? Wees dat nog meer aan. Betaald goed aan het werk, joh. Tegenwoordig niet, jawel, maar het is wel. Je moet, jongens, ik ben er ook mee bezig geweest. Ik had ook bijna zo'n stuk oude ijzer op naam gehad. Maar er moet wel heel wat verdiend worden, jongens. Hoor. Je moet een investering doen van zo'n van maai-zuig combinatie ook, zeg maar. Zo'n maai-zuig combinatie zit je zo op 3,5 ton materiaal. Dus er moet wel wat verdiend worden, hè, een oude ijzer. Zo'n trekkertje met zo'n zuig, met zo'n maaiarpi. 3,5 ton is niks nieuw. Ja, 3,5 ton ongeveer. Ja, denk ik wel. Tegenwoordig. Als het niet meer is. Ik ben er ook mee bezig geweest. Ik ben blij dat ik niet heb gedaan. Het had me wel heel mooi geleken om dat voor mezelf te hebben, maar nee. Wij staan aan het appen, Bernd. Hoe staat stille? Ja, ik sta stille. Wat kost dat voor de gemeente per uur? Ja, dat ligt eraan, hè, wat voor aanneemsom je hebt, hè. Kijk, die ja, dat is ook mooi, Martin. Maar oh, die Martin is ook wel. Die is ook wel op zo'n dikke combi's, hè. Wat verdorie mooi, hè. Ik ook. Dat is echt. Dat zijn nou dingen wat ik nou mis. Maar dat is makkelijk. Wat is makkelijk. Voor bedrijf was dat, Martin Rebel? Van Bennekom. Bodekom of zo. Bennekom. Oh. Wat is het, zei? Wat kan maar goed zijn? Ik snap het wel, maar Thijs, sorry Thijs, ik vat het niet verkeerd op. Nee, dat zo niet de geld kwijt was. Ja, ik snap het wel. Bent, die heeft ook niks aan, hè, van daar. Nee. Alleen maar een flinneke, nee. Goedenavond! Hoi Bertje! Mr. Bezefits! Hey Bertje! Die prijzen, klopt, hè? Jazeker, wist je dat niet? Nou! Hij plakt tegen Teluna, hè, jongens! Moet je anders schoenen bergen hoor. Je bent verder naar boven mee. Nou, ze ben je nog schoener, hè? Ja. Je gaat je zeil omhoog. Nou, gewoon even hier, hè. Mooi dingetje. Ja, dit is echt een monster dingetje. Ik wil niet open. Waar die brug staat, zeg maar, door. Waar die brug staat. Dat grieze vlak aan. Oh, ja. Verrekt, oh. Daar gaat je bijna het eil naar beneden. Is ook zo. Zoals ik vanmiddag kon zien. Leuk voor thuis, ja, maar dit kost wel een patiënt voor thuis. Een dure hobby voor thuis. Dit is een hele dure hobby. Maar Bert ook welkom, joh. Maar hoe dat is er ook in best, hè? Bert heeft ook neer woon, zeg ik.
Nee. Niet lang. Ja, nieuwe platte boom. Heb ik zo. Maar ja. Die hele mooie, die hele grote, die. Die? Welke hele grote? Nou, dat weet je wel, die ik zo mooi vond. Oh, doe weer van weer, ding mooi, hè? Ik zag wat bier wel in de video voor Bigam. Oh, ik had een video stukje gekeken. Had er dan naar je video? Nee, hij nooit. Iemand anders. Oh. Zo'n lutje man. Zo'n lutje kabouter man. Meestal. Ja, die had ik een beetje eigenlijk zorg ik hem, hè. Doet die zaak met bezig? Ja, die is een beetje met bezig, hè. Ja, connecties. Ja, maar nou, dit leuk ik wel, dit wil wel maken, hè. Ik vind het niet zo spannend. Alles voor elkaar. Wat zegt u? Sommige mensen kringen ook altijd alles voor elkaar. Nee, dat lang, hè. Dat was de eerste versie. Oh, hij had erin over dat hij als hij maar vrijgeven mag. Oh, sorry. Oh. Ik had dat zomaar even. Ik denk dat Wimpy het gewoon niet goed begreep. Maar... Bert, ik heb niks gezegd. Sorry Bert, sorry ome Bert. Jaren terug, Afsluitdijk, ja. Ja, ik had voor Krinkels toen die tijd, dat is zo'n 13, 14 jaar geleden nog. N33, A7, A28. A7, alle kantstroken. En de middenberm. Op- en afritten. Schuine teluten, zeg maar. En de N33 hadden we vanaf Gieten tot A7. En van en de A28 gaan wij meestal gingen we met de vangeromaaier erheen. Dan gingen we met de vangeromaaier over de kap, zeg maar, de boel vangeromaaier. Weet je wat, de giek over de neus heen. En een beetje bijmaaien en met poppetjes gingen met de bosmaaien, hè. Maar ik heb de A7... Van Friese Palm tot aan de Duitse grenzen heb ik alle kantstroken gemaakt. 3 meter binnenkant langs. Met de frontmaaier. Oh, dat was wel mooi werk hoor. Nee hoor, ik ben niet bij Holstein. Ik was bij Erik Lokken, hè. Ik was bij Erik Lok, die tijd. Ik heb in die periode nog ik heb 1,5 jaar bij Erik Lok gewerkt, koekoek. Dat praat maken voor hem. Ik mis serieus, ik mis het elke dag nog. Dat maakt mis ik elke dag. Oh. Ik vind nog wat zeker van die verstuurde beeld, Roy. Meest niet. Ja. Heb ik dat weer naar het goud, hè? Ja, jazeker, zijn niet op de box. Jazeker, zijn en een paar, hè? Een paar en dochter, hè? Die hebben nou nog steeds, die hebben dat nog steeds, hè? Die boxaxorbers, toch? Die zijn er mee. Jazeker, die hebben we er ook bij. Jazeker, Anita. Oh, want dat was een tentie. Ja, jazeker. Maar dat was verkrenkels, hoor, die tijd. Ah, mooie tijd, joh. Ik heb er wel veel lol in gehad. Oh, ik moet ook weer nog mijn maaien misschien. Verrechten. Ja, zo. Ja, met een Fredo. Ja, met thuis, joh. Bye. Hoi. Oh, tuurlijk. Ja, zeker. Mooi. Ja, maar die maaien, ik heb maar... Ja, die Fredo is... Ik ben weggegaan en toen is die Fredo gekomen, zeg maar. Zo, combine is klaar. Toen die eerste versnipperaar kwam, die eerste Valtra en zo. Die tijd, toen ben ik weggegaan. Aardappels. Toen ben ik weggegaan. Nou, valt niet tegen, jongen. Ik denk, iemand wat maakt, maar dit is helemaal geen stuurschoen naar beeld meer. Wat best dan? Hoe doe best door allemaal? Ja, ik rie helemaal een boom. Oh, ik had dacht dat het echt schoenen was. Ja, zeker.
Van de Wallen, Maaien, in de Siepels, ja, Siepelskroon, maar ik ben van alle markt zuur, hè. Hey, Thijsie, sommigen verleer je nooit. Maar ik was wel even weer wennen aan die, ik was wel even weer wennen, jongens, naar al die jaren onder de roermachine erin. Ik was, dat was ontzettend. Nou, ik wil even gaan naar de huurstoring, jongens, want ik vond dit wat met je zonig. Aron is erin, ik ga haar weer weg. Ik zet de combine ook aan, ik ben er zat van. Ik ben er ook zat van. Ik dacht al, maar hoe lang ben je nou aan combine, hè? Ik heb nog 2 fouten combine. Oh, dat valt nog best met, ja, maar je bent al nu 1,5 uur bezig. Dat zit er wel tijd in, dat bedoel ik. Oh, maar ik heb niet deel die deur dan, hè? Ik weet het nog meer. Klooien, best. Ik heb nou die haver eraf, hier stuk haver is nog niet klaar, dus. Even erachter zit een vel, hè? Die is ook klaar. Ja, ze biedt naver. Ja, doorachter zit nog in. Ah, kijk maar. Ja, red je op, maar. Ja, er zijn nog meer velden klaar. Die veld 5 is nog klaar, veld 7 is klaar, dacht ik. Maar ik mag dat in geen nou. Ik mis dat, dat mis ik ook echt wel, hoor. En ik had natuurlijk. De laatste jaren had ik heel veel dam te mijn Pekela en Winschoten had ik 30 kilometer sloot. En in de stad Groningen had ik heel veel te mijn. Dus ik heb op zich wel veel. Veendam was 150 kilometer schouwsloot. En Pekel was 80, zo uit mijn hoofd. Ja, 80 kilometer. En dan Winschoten was 130. Dat was dan, nee, dat was dan 30. Dus dat was dan 150 plus 80. Dus 2. Dat. Ik had zo'n 300-400 kilometer sloos. In het na-seizoen. Zeg maar even het gemaakt. Mooi kill. Te. Allemaal te klepel met de arm, hè? Wat is dat ding? Wat ben ik? Echt, dat was echt wel, ja. Maar dan ook gewoon de volledige watergang eruit de hand, hè? Niet één baantje of zo. Ik mocht dat ik graag doen op die arm. Ik mocht het graag doen. En dan maal ik nog wel veel meer hoor, erbij zeg maar. Oh, kijk eens aan, koekoek, dat ben je gewoon berichten hè. Nou, ze belt maar ze niet meer, dan heb ik ze wel afgeleerd. Ik had er. Nee, ik had daar geen behoefte aan eerst. Ik was er een beetje klaar mee. Ik denk waar de meesten wel weten natuurlijk, ik zit met het hart, dus sindsdien ben ik wel een beetje anders geworden daarin. Ah, het zit nog niet in maart, die klootzak. Waar is die maart, alleen man? Oh, doors bent. Denk, wat is die bent te gaan doen? Ach, dit is ellende. Ja, was je wel daar. Was je wel daar? Ja. Wat wil ik? Was je wel daar. Wat wil ik? Oh, die maart is daartoe. Van een lelijke Kees. Wat voor Kees? Met zo'n happer eraan. Huh? Dat ding is vliegen vleug met de hendels. Ja, mooi. Mooi hem. Mooi hem. Wat doet ze mensen hier, hè? Even kijken, oh daar wil. Nee, dat klapt ook, koekoek, dat klapt ook. Maar wat ik zeg, ik heb met weinig probleem, ik heb ook met nooit met mensen echt probleem gehad. Maar ja, je weet zelf al, ik wil dit ding erin proberen, jongens, als dit wat is. En dan nemen we die andere banden, hoor je ook weer met, want dat is de ouderwetse. Maar hoe heet dat? Nee, ik vind het wel een. Ik mocht dat graag doen, ja. Nou, we gaan nog even kijken met de banden hoe dat werkt. Oh. Dat maakt dat je het maakt, zoiets. Er zit een bug in die kaart. Ja, een kaart. Nou, waar die balen op kunnen. We kennen dat, hè? Nou, ik krijg ze er niet in. Dan zit die man niet door en zeg ik aan te drukken. Kijk, dat jongen ergens omdraaien laat. Werkmodus. Ja,
Oh, ik kan beter wel iemand anders noemen, ja. Wat is er nou? Oké. Hij hoort wel, ja. Hij hoort op ziet, ja. Oh, dat is weer groen. Nou, dat geeft niks. Ik vind dit wel een geinig ding. Ja, die moeten we ook in de No Man's Land hebben. Ja, die dat kregen we ook. Maar die gaat met. Die gaat allemaal met. Ja, dan moet Gerry hem ook wel hebben. Ja, dan... Die is er te haast niet dus. Ja, maar die komt wel weer. Die man die het zoveel uren maakt, die koopt die DLC zo, ja. Ja, komt vast voor goed. En als ze hem niet kopen, dan kopen we hem nooit. Nou maken we gewoon een sponsoractie, hè? Ja. Sponsoractie. Oh, van mij toch. Help Gerry de winter door. Help Gerry de winter door. Nee, ik weet niet. Gerry is momenteel wat druk, jongens. Ik moet even gauw muziek aanzetten, want muziek is weer dus. Anton! Ik zal hier wat dikke claims op krijgen, maar dat boeit me niks. Onze andere Duitse streamer die is niet in de Alpenmaat bezig, hè? Nee, die heeft hem niet. Die is Sasha. Die Sasha eigenlijk niet? Nee, heb je daar ook op geabonneerd? Nee. Oh, ik... Nog niet. Ik schrijf voor er ook wel. Hij doet hem wel leuk, die jong. Ja, dat doet hij. Ook een beetje realistisch, gewoon gestoord. Ja, hij heeft ook eens aan het sproeien. Gewoon de sproeisporen erin, hè. Hij heeft daar nog glasvernietiging aan. Ja. Nou ja, gewoon de sproeisporen erin. Nou, gaan we andersom draaien, jongens. Dit zegt ook, hè. Ik kan hem ook even andersom draaien. Ik vind dit wel een toegevoegde waarde, jongen. Even die uit. Hij kneust er of zo dan hier, of niet? Ik vermis hem of zo. Wat wil ik weer doen? Jullie maar weinig met stroo. Ik vind dit wel een leuk dingetje erbij. Ik vind het wel een toegevoegde waarde. En die band hoor je erachter natuurlijk ook, hè. Nou, ik zal voor in mute zetten. En dan gaan we even naar achteren. Hetzelfde systeem, maar dan de ouderwetse versie, hè. Zo ging de vrouwen. Of de band hoor je. En dan knalde zo. Gaat ook vrouwen hoor, met zo'n band hoor je vooraf, hè. Normaal heb je hem vooraf, maar achterop, dan ligt er net aan. Maar je gaat hem ook voorop hebben. Basje. Wat is dat? Door. Oh. Dat doe ik best aan de haken, toch? Ja. Ik kom in mijn gras halen. Oh prima, ik ben hooi, hè. Ik ben als hooi, hoor. Ja. Nou, dat kan de groene toch ook, hè. Ja, er ligt ook wel gras bij. Wat is dat? Ik heb hier nou nog niet zo. Stop. Oh, doorbeest. Wing, wing. Ik kom hier onder de boom nu. Alles in metnemen, ja. Ik zal die andere weer aanzetten, maar die vind die andere toch wel wat hooi, eerlijk ben. Ik heb nog flitsen zacht aan een grill. Ja, zeker. Er is over nagedacht. Je ziet ze alleen niet. Klopt. Moet ik hem even omdraaien? Oh. Ja, dat mag. Ik ga straks om de trekraad gewoon. Nee, wacht, maar ik ga hem zo even omdraaien, ja. Ja, maar anders wil ik ze aan de cilinder met hem. Met een wijntje. Oh, wacht even. Stop. Ik ga het verkeerd om. Hop, hey. Ik mag er wel die gaan opladen. Zo. Hoi. Voor die koeien. Ach, mijn lieve, de hele kar op zit. Dat meest net. Maar die band, die kan ook glitchen nog, hè, omdat het een nieuwe DLC is, hè. Nee, maar ik heb die zitkant omhoog. Maar net of gaat dat ding dat ding aan. Als die klem nog ziet dat het ding dicht zit. Is het wel rooi? Op de schoenen kant, ik ben extra bult op de schoenen kant, druk me vooruit. Dan, ik lang hier. Doe me het gas geven, ik ben zo weer bij u. Oh, ik had net maat. Moet ik nog met een hand maaien komen? Maar, hoe heet dat? Nee jongens, wat ik zeg. Kijk, ik heb natuurlijk altijd in het Kloonberg gezeten, in het Groot Groen. Dus, en
Ja, dat is natuurlijk iets dat blijft altijd wel bij je. Loonwerk ook. Dat blijft bij je. Dat op een of andere manier blijft er altijd in je lichaam en in je bloed zitten. Agrarisch ook, zeg maar, akkerbouw. Maar, dat blijft op een of andere manier. Ik weet niet wat dat is. Ik kan dat niet uitleggen. Oh, ik ben vol. Maar, geheim van de smid. Oh, vlakbij. Maar mag die grote haken wel in meenemen? Met die Lintner. Kom maar aan. Waar zit de boerderij nog namelijk? Ik ben heel erg weg. Ja, Jona, dat gewoon weer. Dat zit echt in je bloed, jongens, hoor. Sommige dingen, dat wilde niet dus. Maar gelukkig dat jullie niet zo ver weg zijn, want anders zit de haakje leeg. Ach, god, kom dan met een kleine kabouterding in een cirkel haak. Ja. We hebben geen handen haak. Jawel, we hebben gewoon op zoelen. Ja, dat trekt dat ding niet. Dit was raar, man. Het is wel rustgevend. Jazeker. Hebben we niet wat stylers? We hebben niet wat stylers. Hij begon ook al. We hebben geen mest erin, hè? Ja? En de team wat sneller zet. Nee, dat geloof ik, jongens, hoor. Dat geloof ik echt. Dat wil ik zeggen. Je bent altijd wel, ermee bezig en. Je ziet weer de grasmaaier of je ziet weer Van Oosten heb ik er ook voor gewerkt, jongens. En dat zie je ze weer rijden. En, ach, weet je, waar zijn de maaiers hier vlakbij? En, ach, weet je, ach, ik kijk, weet je wat? Nee, ik doe het ook maar niet. Want ik ken mezelf. Ik denk, nee. Maar dan merk je toch wel dat je het mist, toch? Nee. Tomme. Hey. Ik moet gras hem, ik wil geen hooi hem. Jazeker, op die miniatuurapparaat. Jazeker. Oh, met die koffiedik machine. Ja, maar dat kan je wel zien, ik werk met de WDK. Netbeheerder. Hè? Je moet dat elektrische spullen in promo. Hallo, Bernard. Ach, en zo ben je toch allemaal een beetje met elkaar. Moet je er wel leuks van maken? Geen GPS. Huh? Kijk, het is geen GPS. Ik heb nog 2% hooi in mijn wagen. Zeker volgende week. Volgende week het clubmodel afhalen. Waar clubmodel mee? Is er nog gewoon graas baasje? Ja, ik heb hier ook een baantje gewoon graas liggen. Boah. Ik kom eraan. Ik moet even de grote hark ophalen, jongens. Ik zit eerst even met de kans. Ik pak een ander trekkertje. Ik vind dit wel echt een toegevoegde apparaat. Ja. Echt. Ik moet eerst aan de kans. En dan gaat onze Roy, die gaat wel even. Accu leeg. Nou. Duurt 10 minuten voordat het vol is. Hebben we wel laat, Paul? Ja, bij je boerderij. Dat duurt 18 weken voor het ding geplaatst is. Nee, hier nooit. Oh, hier staat de schulden nog. Wordt die Lintner? Wordt die Lintner, hè? Oh, hier. Zet hem even. Pak maar de grote. Pak maar de Lintner even, jongens. Die hebben ook nog niet gehad. Oh, wel voor u erin. Groot groen, Ken. Jazeker. Oh. Ik heb hier een elektrische trekker voor de rust. En je steekt hier maar dan teut opnieuw. Oké. Oh, dat is wel dingen aan, hè. Koekoek. Vol. Wat wel een kei, zeker? Nee, hij is van Blaar. Ach, meisje. Ja, hij lag van Blaar, zatje. Ik heb hier een boontje van me met de Gruinling. Was hij dat op dat filmpje met die groene. Met groene huis? Ja, ja. Mooi, Mil! Mooi! Hoi, Kim! Jammer dat er zo weinig in haar wijn hier riep, maar. Oh, wat is dat moeilijk? Moet je DLC even nu doen, Katrijk? Ja. Die map die kan ook een vlak. Nou ja, zeg. Dit ben je ook weer één uiterste aan de uiterste, hè? Het is ja, ook ik heb hier een bijtje waar ik die Ebi in gepoten heb. Heb ik zometeen een wiltje voor jou liggen? Oké. Hebben we hier niet twee van die paal? Roy?
die boom al waar weg bent? Nee. Oh. Dat is toch geen gras? Of is dat wel gras? Ah, hij stuit er hier over die hulp. Die mooi. Ja, machtig. Dat ding loopt 100 km per uur. Nou, dat is ik hem. Ja, maar ik vind, wat ik zeg, jongens, dat is echt. Ik vind het wel leuk wat voor materiaal dat erbij is. Oh, Roy komt gewoon aan, ja. Ja, kom maar naar halen. We hebben alleen maar koeien taal of hebben we ook een schapentaal? Nee, we hebben nog geen schaap. We hebben alleen maar koeien. Ja, maar hebben we een schapentaal? We hebben maar 10 koeien en we kieken van mij houden we hebben. Ja, maar dit is ook speciale Alpenmelk, jongens, hè? Vergeet dat nooit, hè? Hey. Ben je wel groot boer, de meeste één koe en één. Ik zal door nog even in je knaap, maar daardoor heb ik ook nog een baan groen. Hier, Roy, en de andere zijde? Komt zo wel waar. Aan de andere zijde heb ik ook wel een baantje groen voor jou. En dan zal ik die trekker nog even aanslingeren hier. Maken wij melk er even? Nou, ik maak ze niet zelf hoor, maar door heb ik een fabriek voor. Maar de Lindner, jongens. Ook weer ook zo'n trekker. Ja, wat mooi dat was eng. Op zich wel leuk. Ik moet er wel in mijn wennen, Andy. Maar ik ben nou het slingen, ja al die, oh god, die is ook van die krikbesturing onder. Maar dat zit onder alles, dat zit onder mijn ladenwagen nog aan. Daar moet ik wel aan wennen. Maar goed, ik heb ook krap draaien. Maar die Het is gewoon een slinger. Nee, dat ding loopt geen 100 km per uur, maar dat ding gaat wel hard. Op zich vind ik dat wel, ik vind dat op zich wel heel leuk, zeg maar, dat zo hard loopt. Maar jongens, super hè, alle supports en iedereen die natuurlijk aanwezig is hè. Oh, vol! Dik en orde zo, ik geniet ervan. Maar de nieuwe Pottinger apparaat, die doet ook goed, die is ook al goed gekeurd. Ja hoor. Ja, zeker is dat kwaliteitsspul, zeker. Dat ontkende ik niet, maar toevallig weet ik dat. Oh, daar is Ben nog weer. Mooi! Ja, kom nog een andere kant hoor, dus pas op. Ik kan er nog meer snel heen. Hij komt nog van de berg af. Nee, denk wel op. Oh. Jazeker, het is een kwaliteitsspul. Maar dan hoor je mij ook niet zeggen dat niet zo is, hoor. Van Farming 17 vond ik geweldig. Ja hoor. Ik heb in Farming 17 heel veel geleerd. Met oog op mappen, en dingen uitproberen. Nou, dat weet Janneman, Bonkie de Boer en ik hebben heel veel mappen geprobeerd en gedaan voor onze Mike Modding toen in die tijd. En wij hebben nu. Nou, dat is er dan niet meer. Dat is waar eenmaal. Dat is gewoon weg. En dat geeft niks. Dat is ook goed. Dat, nou, niet dat dat weg is, maar dat we dat gescheiden is. Maar dat was ook niet goed gekomen. En, maar ik heb het veel beter is, ja. Grafisch gezien wel. Qua bouwen van. Ombouwen van mappen en mods vind ik hem lastiger. Dus een nieuwe map te bouwen, zeg maar, is niet zo eenvoudig in 19. En dan ging in 17 was twee vingertjes in de neus en je had gewoon een leuke map. Ja, maar dat ziet ook wel aan de mod die uitkomt. Ja, er komen ook haast geen mooie mods uit, dat is het ook. Oh ja, dat klopt. Veel hetzelfde allemaal. Ja. Nou, in 17 hadden we natuurlijk wel mooie vrachtwagens en weer andere rooiers, et cetera. Er was genoeg de anders te beleven. Ja. En ik vind het gewoon, maar ik heb er al 1,17. Ja, maar dat zit gewoon in je instelling, dat kan je wel onderuit zetten. Als jij 17 kan draaien, kan je 19 ook draaien. Dus dat is hoeft niet de oorzaak te zijn. Op zich hoeft dat niet een probleem te geven. Ik kom hier nog even weer voor niet aan, hoor, want ik wil even deze biemelkoop hier zien, livers. Hoe best, hè? Ik kom daar nog iets ouder in, ja. Hoi wel. Mooi! Kou nou vol. Nou, ga eens met dat ding. Ga eens met dat ding. Ik moet even die beelden omhoog. Je hebt geen toegang tot dit land. Goed zo, stom erin. Op een Mac. Ja, oh, daar heb ik geen verstand van. Mac heb ik geen verstand van, maar... Op zich, als je 17 draaien kan, dan moet je 19 gewoon in de laagste settings ook kunnen draaien.
game zal wel hetzelfde zijn. Dus was je nou harder als ik? Zit gewoon achter me te flikken. Is zo jammer hoor, hè? Wat is in Tirol een oom, bleek me? Hè? Die oom is weg. Ja, dat... Huh? Ja, dat is een multiplayer ding. Ik denk dat jij met je settings wat je grafische deel wat lager moet gaan zetten. Dat dan wel. Ja, vol. Goed zo, even jongens. Nou al. Zeker. Ik moest dit DLC even naar de kant rijden. Auw! Hier aan mijn hart. Sorry! Ik heb 50 ton in dat ding, Roy. Ja, dat zit nog maar een 12 dus, nee. Ik heb mijn settings ook niet voluit, hoor. Ik heb bijna. Ik heb mijn... Ja, omdat ik stream, zeg maar. Ja. Maar ik heb wel alles op hoog. Maar ik denk wel dat daar wat winst in te halen is. Oh, ik ken hier ook nog wat. Hallo, Lotje! Hoi, heer! Hoi! Wat is dit er wel weer? Wat is jouw toosenbal van Mokje? Principe, ja, dat draait allemaal op dezelfde. Oh, ach, waar ben ik nou weer aan nou? Ik heb dingen niet ooit, hè? Alles draait op dezelfde engine. Dus, hij moet het kunnen doen. Theoretisch. Ken je ook mooi biertje voor je, Roy, hoor? Oké. Okay. Dat is hooi. Hooi! Hooi! Hoi, Pijsbordertje, man! Dit ding gaat wel hard. En wat ik zeg, ik ben, ja, ik heb geen ervaring met Mac, jongens. Ik heb, ben al lang blij dat ik een mooie Intel computer heb nou. En daar ben ik heel wijs mee. En de nieuwe videokaart, die heb ik dan, die is besteld. Maar ik zal er morgens een berichtje achteraan sturen, want ik heb nog niks gehoord. Dus ik wil ook eens kijken wat dat, hoe dat zit. Want ik wil graag die nieuwe videokaart ook wel een keer in huis hebben. Ja. Goed maar daarvoor hebben we nog een nieuwe videokaart gekocht om die druk te... En ik... Dat is maar klaar weer bent. En ik denk maar dat er toch wel wat mogelijk de is. Ik even pakken, hoor. Dat ze wat inlopen. Maar ik weet ook niet hoe het zit met de bevoorrading hoor, van de kaart. Dus, en de hoeveelheid wat er is uitgegeven naar Nederland. Ik niet. Maar zo is het ook nog, hè? Wat is er uitgegeven naar Nederlands qua videokaart? Dat weet je natuurlijk niet, hè? 20. 20? Dan mag 30. 40. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Maar ik vind het wel leuk als dat ook even loskomt. Van die andere site? Nee, hoor. Halveren. Onze buinhozen. Maar dat gaat best nog wel hard, hè, dat haken. Ja, maar Ben had een heleboel op elkaar haken. Omdat Gint er in zo'n wijngje niet zo wel in, hoor. Nee. Oh, maar dit is mooi. Dit is scheef. Ja, hoor. Electric all the mode. Wat best, hè? Wat is het nou weer, hè? Oh, god, doe eens. Ik zit op de andere kant. Ja, mooi. Hoi. Ziet je wel? Ja, ik zag die wel. Een little lutje. Panda beertje. Hey, jongen, dat ding heeft al 3/10 uur draaien. Daarna kun je nog niks leen, jongen. Kijk, daar ben je maar regen. Ja. 25 uur, dan kun je nog verder opladen. Maar goed. Ik denk dat je er even mee moet proberen. Ik merk wel dat 19 wat zwaarder draait dan 17, hoor. Maar het is ook heel andere grafisch, heel anders ingedeeld natuurlijk. Zo is het natuurlijk ook nog weer, hè? Ja, maar het was wel mooi, want de trackers die bewegen veel meer... Dit nu! Ja. Nu ja, er zit veel meer... Ja, de grafisch zit er veel meer verandering in. Ik denk dat er nog meer komt. Ik denk ook dat er straks een nieuwe engine komt. Ja hoor! Dat gevoel heb ik wel. Oh, dat is maar jong en eigen, ja. Ze kunnen ook niet langer, maar ze kunnen ook niet verder, want ze moeten ook wel nu een keer. Maar deze engine die ze nu hebben, die is allemaal uitgemolken. Gewoon uitgemolken toe. Stop als je hem even bij. Prima met jou. Kom maar bij jou. Maar wel! Hoi! Ik heb flitsers, hè. Ik heb veel mooiere napjes. Heb je dat wel hoi? Kijk, ik heb flitsertjes erin. Ja, die heb ik ook. Nee, doe een zwaarlamp. Kijk dan onder mijn bak, joh. Ik heb onder mijn bak vlekkers.
Heb je het race weer uitgedaan? Ja, één nu. Nu één, hoor. Eén op deze. Ja, één nu. Ben, wanneer dan? Want ik ben nu zoveel dingen aan het proberen en van map switchen. En ander denk je, ik doe de het race vandaag mee mijn huis. Maar hij gaat wel weer aan, hoor. Maar, en ik heb toevallig nog even gisteren of wat anders gezien. Een ander systeem. Dus ik kan maar zo weten dat ik nog even zeg van, ik moet nog even, nog moet ik wat zo 5% nee. Maar wat ik zeg, ik heb alweer aardig veel uitgegeven met mijn PC, dus ik moet ook een beetje uitkijken wat ik doe. Maar ik heb er zo alweer 1000 euro in zitten, dus het zit wel goed. Hier niet zo snel omhoog. Geld wil wel af in zo'n hobby. Hé, hey, bijzie. Ja? Die zus, jij bent naar rechts en kijken en dat hebben we dat wel goed voor elkaar, hoor. Ja, maar dat zit hem in een stokje, meel. Dat zit hem puur in een stokje, maar dat is hun herkenningspunt. En ik heb geen herkenningspunt. Oké. Als ik zo'n vlekje midden op mijn kop zou maken, dan had dat systeem ook een herkenningspunt wat midden is. Oké. En dat heb ik nu niet, hè. Maar dat is eigenlijk het race. Het is puur gefixeerd op een signaal die hij verstuurt en wat midden is en wat de uitval is, zeg maar. Daar is dat stokje voor. Maar die moet heen te maaien, Basie. Ja, ik kom zo. Dit is daar. Ik ga met 10 kilometer de deur omhoog. Met elektric. Jazeker, is het wel nodig. Jazeker. Wat kost een goede PC? Nou, Basie. Ja. Ik heb in december een upgrade gedaan van ongeveer hoor, 1400 euro. Dus daar heb ik nu alweer een nieuwe videokaart voor nodig. Die heb ik net besteld, die is 800 of 900 euro. Dus ja, ik heb daar achteraf in te weinig op geïnvesteerd. Dus, maar wat zoek je? Je moet een beetje kijken naar het gemiddelde voor een beetje game, zeg maar. Voor een beetje, ja, nou, wat Thijsie zegt, 1500, ja, maar goed. AMD ja, is misschien wat goedkoper. Ik weet niet, Thijsie, heb jij AMD of heb jij Intel? Want AMD is theoretisch iets goedkoper. AMD is kwalitatief, maar die PC gaat ook wat minder lang mee, zeggen ze dan. En het is allemaal een overweging. En ik heb Intel, ik heb de i7, bedoel ik. En ik heb er een motherboard in, de Pro-serie. En de grafische kaart. Ja. Maar, ja, ga maar uit voor 1500 euro. Ja. Zeker mooi. Intel, ja, kijk, jij hebt Intel. Ja, jij i5 voor me. Ja, of nee, ook i7, nou, makkelijk niet. Maar, ja. Maar ik zeg wel. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb AMD gehad. En daar heb ik 6, 7 jaar mee gedraaid. Nou, die was kastverrot, jongen. Die was echt kastverrot. Die deed geen grap meer, Roy, hè? Hoe zeg je dat? Die mijn oude PC. Ja. Die, maar toen Nature nu kwam, wat kon ik nog? Nou, hij had niet veel meer. Nee. Dus, Intel. Nou, kijk, ja, nou, dat is een hele goede wat Brutus zegt, ja. Intel ben je iets meer kwijt, maar dan doe je ook wat langer mee. Maar het is ook, hoe belast je hem? Ga jij volledig alles op ultra spelen? Ja, dan gaat je PC sneller eraan dan dat je gewoon op normaal, relaxed modus. Ik heb een i5. Nu wil ik een keer een update. I9 zal ik doen, ja. Ik heb de i7 de laatste. Maar de i9 kwam toen net uit. En ik was nog niet aan het zoeken, want dat is de eerste i9. En ik ben niet iemand die ergens de eerste van wil hebben. Nee, ik heb ook nog een i7. Ja, jij hebt er twee. Ja. Ik heb een 7800, toch? Ja, nee, ik weet. Oh, wacht. Ah, jongen, ik heb hier een knopje gehoord. Kijk, dit heb ik. Ja, godsje kleren, wat doe ik ook wel moeilijk. Daar heb je een knopje gehoord. Je hebt een 7900. Ja. Ik heb een 7800 daar. Toch? Ja. Het is veel makkelijker, hè? En die kast, die ga ik nog even mee aan de gang. Daar staat ook op even een lijstje. Ik heb al een heel leuk idee, jongens. Hé, Roy?
Op de. Ik zeg niks. Nee, maar niks. Niks. Een zeer goede avond, Kian. Goeiedag. Mooi hem. Maar dus voor jou, koekoek. De kast had ik al. De voeding had ik al. Eén ding hoor. En de rest is nieuw. Voor mij was ik 1500 of zo, toch? Ja, 1600 voor ja, mij. Ja, 15 of 1600, waar rooit iets. Ja. En dan alles, kast alles. Ja. Maar koekoek. Behalve tussenborden en zo. Dat zou ik denk niet, maar. Ik stuur die nog wel even wat. Privé, ik kan me houden. Ik stuur die nog wel even wat door. Waar is Gerry? Hij bent in de boot aanrijden. Ik moet ook nog een keer wat aan de schijven doen. Als kom ik zo oh ja, oh ja, maar dan zit die M2 schijfje er ook al in. Nee, kijk, oh. Oh ja, die zit er ook in. Oh ja, toch? SSD, nee. Ja, ik heb ook nog een M2 schijfje erin. Ik heb er ook een M2 schijfje in. Voor dit geld kun je een trein kopen, ja. Ik weet niet wat voor trein jij zoekt, hè? Nee, hoor, nou uit. Het is ook wanneer we veel te een tweedehand tarief verplichten. Ja, ja, maar dat zal ik nog even. Ik zal koeken. Ik koek ook weer nog helemaal over meer. Wie zal het er wel even over hebben? Ja. Kijk, maar voor het stream heb je dit wel nodig, hoor. Dan ben je wel, dan loop je zo tegen de 2000 euro aan, hoor. Dat is, laat dat duidelijk zijn. Als je wil streamen, ben je zo 2000 euro kwijt. Jawel. Dan beter iets meer, Rutgrim. Ja. Jawel. Ja. Beter iets te veel dan te weinig. Ja, doe zelfs die lange plank maar in man, hè. En, onder rug rechts. Koek, koek. En mooi dat streambaar zijn. Altijd goud. Maar dat is het ook, hè. Voor het stream vraag je wel aardig wat meer, hè. Hoeveel ben jij kwijt dan weer? Ik stuur wel een linkje, Matthijs. Jan de Maan, wist u er nog? Monkey! Ik heb hem toen voor 500 heb ik gekocht, dus met twee beeldschermen. En hij heeft niet de super videokaart en zo. Mora, stuur die nog maar weg. Doe ik eerst ook een linkje posten, dus zet alleen mijn Discord aan, dus, als je wilst. Later nog een. Want die waar jij weg hebt, bij Jan heeft bij Jan zijn PC weg. Want dat is wel een heel betrouwbaar zaak. Dat is ook een refurbished apparaat. Dus dat is ook op zich een. Koekoek, Jan die zet een linkje in Discord. En dan is een deel nieuw gebruik, zeg maar. Dat is ook, ja. Maar het is net wat je wil. Ja. Kijk, niet iedereen heeft daar zoveel geld voor over natuurlijk, hè, zo is het ook. Ik heb later nog een andere harde schijver in gezet en straks nog een keer aan de berggeheugen erin. Kan die link nog blijven staan, hè? Ja, dat is mijn trekkers, maar ja, maar dan was die nooit al in de. Dan mag, van keer vind ik dat niet, hè, maar niet iedereen, dat moet niet zoveel, jongens. Hoor. Dan moet je gewoon bij mij in Discord zetten, jongens. In Discord mag je dat, dus algemeen vind ik dat allemaal prima. Maar ik wil niet te veel reclame in de stream hebben. Kun je mij daar nog heen weg, bonjour. Pins? Ja, hoor. Maar ik wil niet te veel reclame van andere apparaties. En Rondje, doe een beetje rap. Is nee, is geen reclame, maar ik ga mij om. Ik ga een beeld daarin. Ik wil dat, kijk, dat je linkjes kan posten is puur voor het klippen van de game, zeg maar. En ik wil daar niet te veel andere dingen tussendoor hebben. Ik heb zo nog wel een klusje voor je, maar dan moet ik eerst even hark gooien. Ja, ik ben aan een beeld daarin, hè. Oh, zeg maar algemeen. Ik ben aan en ik ben aan het inkomen. En Patje mag straks ook wel even graas pikken. Ja. Wat mag ik doen? Graas op loon? Kom ja, maar ik ben even bezig. Ik pak zo nog een moe trekker, de heur. Nee, je moest niet met de trekker komen. Wat maakt hij mee? Kom met de fietsen. Met een roosje ding. Oh, dat is goed. Dat ben ik ook niet bang aan heur, hoor. Mag zo ook wel met de trekker komen, maar ik weet niet of die hier omhoog komt. Oh, Bassie wel. Ik heb een Kees erin, heur. Nee, ik wil niet.
Ik ga ook in mijn trekker pakken. Mag wel, hè? Jawel. Wordt dat ook nee, ja. Wordt dat kleiner, denk je, hè? De elektrische? Nee, die van Roy opzet. Oh. Prima. Jongens, in Discord staat wel een zaakje, daar het Jan naar weg. En dan heb je ook gewoon wel vrij dikke PC's en van alle mogelijkheden die er zijn. Dat is gerefurbished, hoe noemen we dat ook, recyclebaar. Ja, dan heb je gewoon... dat was ook, dat weet je wel, want ik heb daar ook al eens een keer naar gekeken, daar waar Jan hem ook weg heeft. Maar staat in Discord, dus diegene... Oh. Ja, kijk. Het is niet overal top, maar... maar het is ook voor de kleine portemonnee, hè jongens, hè? Vergeet dat ook niet, hè. Het zijn... de mensen, niet iedereen heeft er zoveel geld voor over. Maar stoor eens even kijken met Zijsie. Mijn buurjongen die zie je tegen dan. Als die kaart maar heeft, ja, dan kan de rest kan we altijd... Nou, daar heb ik ook gedaan. Die kast, mijn case, waar mijn PC in zat, dat is gewoon van mijn oude AMD-systeem. Ik heb die AMD gekocht toen, in die tijd. Voor, nou, rond de 1000 euro of zo had ik. Maar ja, dus daar had ik al wat aan veranderd. En scherm, toetsenbord en die PC, zeg maar. Had ik dan voor 1000 euro bij AMD. Maar dat is al wat jaren geleden, hoor. Maar dan red je nu niet meer. 1000 euro is zo op. Je zit nu denk ik rond bij AMD al rond de 1500 euro, hoor. Maar dan heb je wel op zich een vrij goede game PC, hoor. Dat is ook gewoon eerlijk, dat moet ik wel eerlijk in zijn. Het is geen rommel meer, jongens, hoor. Vergeet dat niet. Wat is nou weer kocht? Nou weer kocht? Ik ben net weer wat kocht. Er komt weer wat bijzonders eraan. Kijk je nou nee. Over, Jan? Nee, echt niet. Wat is er dan de machine kocht van 102 ton? Ik ga nou een nieuwe trekker. Hij grijst er weer over. Ik heb alleen mijn nieuwe trekker gekocht. Goed zo. Mooi case? Nee. 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 Maar ik heb ook deze PC ook in etappes gebouwd, jongens, hoor. Dus ik had het, de voeding had ik nog vrij nieuw. De koeling wou ik overnemen van de oude, maar dat paste niet. Jammer genoeg. Dus ik heb een nieuwe koeling moeten kopen. Anders had ik dat niet eens opnieuw bijgekocht. En dat scheelt natuurlijk ook weer. Maar de nieuwe koeling, ja, ik zit rond de 1400 euro ongeveer. Dat was de eerste deel. Nou ja, Kees had ik aan. Ik hoef geen scherm te kopen. Ik hoef geen scherm te kopen. Ik word een harken. Nou, schiet op. Ja, ik ga maar een harken. Ik heb hier drie schermen staan nu. Maar daar heb ik ook in etappes gekocht. En ik heb een buitenkantje gehad met één scherm. Die werd mij aangeboden voor zo weinig geld. Ja, die kon ik niet laten liggen. Slaapbom. Wie duizend maanden. Hey, die trein die stapt wel, hoor. Hè? Huh? Oh, Groei, die roept altijd. Die trein die stapt wel voor die. Nee, maar slaapbom ging naar beneden. Maar dat is het ook, jongens, hè. Vergap je, het is een dure hobby, jongens, ook één. Wat is het, Bernd? Wat is het? Bowman. Wat Bowman? Waar is het, Bernd? Welke kant gooit hij dan? Door de Jezus. Ja, ik ben hier. Ja, Rien, ja. Hoog Rien. Maar goed, het zit natuurlijk ook niet overal, hè. Wees er al, Roy. Hé, hey, joh. Ik ben eerst de weg nog weer pleuzen. Ook langs maar. Dat weet ik ook niet, maar ben doorgegaan. Ben ik niks over de weg. Ik hark 8 kilometer in de uur, jongens. Ik kom eraan met 53. Oh nee, zwaar wil het niet. Ik kan het trouwens niet doen. 18, 17, 16. Uh-oh. Maar goed, het is natuurlijk ook een... wat is je eis? Wat wil je? Zo is het ook nog. Kijk, ben je dat gekozen? Hè? Dat is, ja, en dat, het is wel geld. En dat... En Jan ook net zo. Het is wel. Het is zo weer. Partij euro's die je naar de maan schiet. Nou ja, weet je wat het is? Ik wil farming spelen. Met zo'n ding keer farming spelen. Maar ja, dan wil je meer, hè? Ja. Dan loopt het ding aan. Dus daar moet ik wel goed rekening mee houden. Ja. Ja, er heeft wel iets om mee te starten. Ja. Jazeker. Weet je, ik wil niet 3000 euro aan PC uitgeven. Voor mij is dit mijn tweede hobby.
Eh? Ja, maar die andere hobby kost voor jou ook al een mooi eentje, hè? Dan wil je dat niet onderscheiden. Iets meer, dus ja, dat is dan mijn hoofdprioriteit. Ja. Ja, daar moet je keuzes maken. Klopt. En ik heb gewoon, ik ben ook heel eerlijk, jongens. Ik ben ook echt heel eerlijk trainen. Ik heb 10 jaar geleden had niemand verwacht dat ik achter een PC zou zitten. Is er al Roy? Ik ben onderweg. Hoi. Had niemand verwacht. Ik kom binnen deur. Maar je hebt nog geen paard gemaakt hier. Nee, ik ben bovenaan begonnen van de baan. Ik doe nog niks. Ik ga nog maar 30 keer met de coureur. Oh ja. Wat is er, hè? Wat als is? Helemaal boom in de map. En ook eigenlijk wel helemaal boom in de map. Kijk er wel big om. Ja, moest even naar die elektrische trap. Die staat hier, maar die kan niet doen. Jazeker, Martin, maar dat maar ook deur hoor. Hey. Is dan rij ik hoor? Ja, ik ben hier ongeveer. Ik heb wel. Maar dat is ook. Maar doen ze ook frekte van gaan in, want ik moet eigenlijk ook nog een andere fiets hebben. Ik ga 6 km per uur. maar dat is ook. Ik kan beter aan de kant op, Roy. Jazeker, elders, maar dat is ook net wat wil je. Dat is ook net wat je wil. Wat geef je aan, wat voor spelden? En op welk niveau wil je spelen? Wil je op de top? Ik ga de top spelen qua gaming. Ja, dan heb je een dikkere PC nodig. Kijk. Mooi, maar ja. Het setupje gaat er niet om, hè? Dit is Alpenrotje. Ja, hier had Bas, met de mine. Kom maar hier. Kom de horn aan met mama zien. Nee, dan moet je even tappen naar die elektrische. Dat komt zo wel tegen. Je bent sleepkabel met hem. We moeten naar leren. Zit hij er niet bij? Nee. Oh, jee. Elektrica. Oh, dit is hem, ja. 2 kilometer per uur, Ben. Hou je wel een maatje? Ik! Hoe met hem met fietsen? Nee, met mijn aparte bermaaiapparaat. Basie, een touw bij jou. Kom maar. Maar is toen nog weer, maar is toen nog, is ook zo'n lid naar kocht? Zeker. Ik denk dat wil we hebben, maar. Oh ja. Ik zei, moest oh, hij zit er ook echt in, dat zit net als poepmost, hé. Hey. Ja. 3 keer mee per uur, ja, dat wil ik niet. Hij is al zijn vermogen aan die wagen gaan. Alice, dat kan hoor, dat kan heel goed hoor. Het spel, het is. Het haakt van heel veel dingen af. Maait dat ding zelf? Nee. Helemaal maar. Ik druk die Roy. Waarschijnlijk. Ja. Maar. Ja, maar daar is een priks met die band leggen. Nou, ik ga weer weg met deze mensen allemaal. Buidoos nu. Arm. Meester Al. Ja. Ik heb nog een legering, misschien dan bellen. Nou, iets. Maar ik heb de vulndriving niet aan, zeg. Nee, maar dat is net multiplayer dingetje. Maar denk ik wel, hè. Zo. Waar is je met dat ding maar in de boom en vliegen? Ik kom eruit, hè. Ik kom eruit. Maar ook nog dubbel lucht er tegen, dan moet ik hem nog helemaal omtangelen in. Ja, doe maar. Ik heb ook beter de front even helemaal gehaald. Wat heb ik de front? Als komt de bult zo meteen niet op. Ah, jawel. Oh, ik heb je 2. Oh, ik heb je 2. Ik heb je 2 voor die appero. Dit is Alpen een beetje, hè? Alpen Express. Ja hoor. Je doet het volgende, doe niet voor. Brutus! Kom aan, hè. Kom aan, hè. Brutus, kan je dit ook multifruit maken? Maar kom maar in mijn machine ervan aan, hang. Kijk, zo ga ik de pick-up maar. Oh, dat wil je, ja. Die heb ik hier in de sleutels. Dat wil je nou, dat is niet aan. Hoor, is er nog meer? Ja, ik ga hier alweer naar beneden, dat gaat snel. Goedenavond, allemaal. Nou, kom ik aan, hè, met mijn cookie drommeltie. Ik ben beneden door, verder mine. Ja, die ligt hier nog ergens. Mocht je er ook in bent, 17681. Maar toen was het hier al, hè. Nou, gaat die wel snel, Roy, hè.
Ah, ik heb gewoon een poort op de rem. Toet toet. Ik heb, ik heb ook net nog pk's om de ding aan die wagen hadden erin. Maar ook 130, 140 pk voor die wagen. Dus dan ga ik daar zo gaan doen, dan ga ik het behalen. Waar ben je? Ja, waar we net ook waren. Ja, nee, ik wou niet meer, ik ben al onderweg. Helemaal maar... boom, hè. Ik zou er even naar boom rijden. Nou, wacht nou eens, ik weet niet waar ik ben. Onderweg, hè. Mooi bijzien. Bijzien, goed best. Nee, joh, je gaat helemaal aan de gang, maar. Huh? Oh, we gaan aan de gang. Doe wat je maar verkeerd gaan op. Niet waar. Wel eens. Kom je binnen? Niet dus. Je gaat omhoog. Nee hoor, je gaat helemaal aan de kant op. Best aan de kant van de map. Oh godverdikke me. Is dat weer klaar, Bernd? Maak je maar hier maar in bespeurde, Bernd. Waarheen? Naar de weg. Dus wat vind je van de energie? Ja, hij is toch de twijfel. 50-50 bij mij. De machines vind ik oké. Maar weg gaat de rotonde toe? Oh, shit. Ja. Doe maar. Is dat vol dan? Nee. Maar nee, ik ben een beetje... geen idee. Ik ben mooi een over, beetje ja. in twijfel erover. Over de... Die hoeveelheid. Vol, ja. 50%. Hij is niet... Hij is echt een singleplayertje. Voor één persoon, vind ik. Doe zesde was stoer in binnen, dat denk ik. Ja hoor. Lekker breed. Ja. Heel hockeyvol. Daar ben ik heel eerlijk in, dat vind ik wel. Ik vind het niet... Ja hoor, hand aan poot. Nee, ik had er nog iets meer van verwacht van de map zelf. Dat is het misschien meer. De map zelf had voor mij wat meer gemogen. Dat is een beetje voor mijn gevoel niet helemaal af. Ik knip er alleen maar met groot licht hoor. Ja, die heb ik nooit. Nee, als dat weer niet activeert. Heb ik niet activeerd. Ik heb wel een. Is dat vol? 70%. Nog binnen een grote stipje, maar ik weet hem. Nou, we komen hier met een rondtande. Oh, ik heb de vierwielen erin. Oh, ik zei je al. Ik zei je al, hè, speurneuzen. Nee, ik ben er heel eerlijk in. Ja, hij is nog wel 50-50. De map vind ik, had ik wat meer van gehoopt. Maar waar ben je nou aan koekoeken, hè? Ja, wijn vol maar. Ik maak een padje. Een pad, naar boven, hè. Ik heb alle gras al weg. De boom meer? Ja, maar die is een nieuwe, maar ik maar kan niet maar een boom komen. Ik heb geen dubbel moet zitten, maar zeg. Ik ga niet harken, helemaal in het tuffelie. Rust op, even, wie pakt dat zo vanaf nog? Even testje, hè. 6 km per uur. 30. Ik heb niet dat naar de boom. Ja, maar ik ben alle pk's er nu alleen om die wagen aan te drijven. Dat is mooie machientjes aan de beden, hè? Ja, best wel. Jawel! Jawel! Hop, hop, hop! Ik moet achter moet nog één, hè. Voor de machientje. Nee, even twee. Nou, ik kom eraan, hè. Mag ik achter die aan? Ja. Prima. Je moet die Fernal aan, Rippelmaier hier achter. Ja. Ik ben met 10 van 30 kilometer per uur naar boven. 15, 16. Dat ding je ervan maakt. Nou, die triple kunnen we wagen doen, maar niet die andere maaier pakken meer. Maar dat wil ik niet. Nee, die jullie. Nee. Ja, pas op. Ik kom maar aan, hoor. Ik kom maar aan. Ik die doet hier niet. Die wil je niet maaien. Ja, het zijn wel heel veel maaiers, ja, klopt. Het zijn heel veel maaiers. Ja, maar dat is deze maar. Dit is de nieuwe DLC. 17, 68, 1. Hoi, koekoek.
Koekoek? Ja, doe ja. Ik kom eraan, koekoek. Daar hebben ze door de hoofd van in de wagen, koekoeks. Maar dat is zwartste wal, hè, koekoekslakken, hè. Moet nog hoog, wat mag ik in? Ah, yeah. Oh, daar is een ding staan, hè, dat wil hij. Oh, nee, dat wil hij, maar school, niet of zo. Oh, ik zit vast. Majesteit. Dat was wel wat. Laat mij alweer. Gewoon gas heen. Ja. Maar nee, het is wat ik zeg. Ik vind het. Ik ben nog het. Het is 50-50. Oh, jongens. Ik vind hem geen 20 euro waard. Mooi. En ik niet wat stylisch. Ik vind hem, maar, ik vind hem geen 20 euro waard. Echt niet. 90%. Ik vind het ook nee. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind hem het geld eigenlijk niet waard. Wat een mengtrekker of wel? Ja. Ik verhaal dat heen. Dan doe ik de Puma er wel weer. Dan wordt de Puma blaf. Je redt ermee. Wat een gozing. Ga weer stijl naar boven. Ja, de Puma die heeft ook 180 pk of zo. Wat dan meer. Heb je nog een stijl hoekje? 225 of zo, toch? Hoi, heb je zegt. Ja, weet ik niet, dat is de kleinste kar. Nee, ja, er waren twee versies. Onder turning, onder met turning. Er staat 185 op een motorkar. Ja, er staat 185. Ja. Ja, Er staat een Royce trekker op, maar 66 weet ik veel. Ja, die of 68, wat is nog wat? Ik heb hem ook kip-tune. Nee, ik ben heel. Ja, de meeste. Ja, ik ben. Ik had nog mijn 13 dus. Huh? Ik had nog mijn 13 toch? Ja, 12. Ik ook 12. Ja. 12 en dan heb je 130 pk. 130. Kun je ook gewoon een kleiner wagentje pakken? Ik wil dit proberen, nee. Snap ik, hè. Veel leuker, hè. Nee, als ik eerlijk ben, nee. De hoeveelheid geld wat die kost en wat je ervoor krijgt, vind ik niet echt een hele grote toegevoegde waarde. Nee. Is het toegevoegde waarde voor de game? In zekere zin, ja. Dat er weer wat fris is en wat nieuws. Ik hoop dat zij met de nieuwe farming die eraan komt wel gaan nadenken over de engine. Dat is ook iets wat op mijn lijstje staat al 2 jaar. En als het er niet langer is. En waar had ik nog meer in mijn vragenlijstje staan? Aardappelroois wat meer keuze in en wat gewoon. Dat je kan aanappelen, jongens, als je gewoon als het regent. Want het is in het echt ga je ook niet stoppen met regen. Dat is de grootste onzin die er is, ja. Combine, dat snap je wel. Combine, wel, ja, dat is logisch. Maar gewoon voor het aanappelen of bietrooien, dat kan gewoon rust in de regen. Ik hoop dat dat ook uitgaat. En ik vind dit gewoon wel. Dit vind ik wel toe. Dit maakt het weer leuk. Even weer wat nieuws. Wat fris. Oh, neemt een Trippelmaier mee van mij? Ja, zal ik in de half doen. Ja, maar ik kom. Ja, die ligt hier toch, Hans? Ik moet wel in die weer hark. Nee, die kan niet, die past nu niet. Die hebben we niet. Oh, jammer. Wat is dat nou? Heeft hij nog meer gras? Ja, allemaal gras. Is dat niet vol? Nee, maar. Ik heb wel gewoon een treble. Nee. Ik heb nog 80% nog wat. Oh, ik moet eerst naar de boerderij, met een wel aan. Dus ja, ik hoop dat ze wel gaan nadenken over de engine. En over de texturen, op de bodem texturen kan anders. Ben ik van mening. En ik hoop dat zij eens gaan meer met modders samenwerken. Die mooiere mappen bouwen. Dat is ook iets wat ik wel, ja. Ja, en standaard koersplay erin. Nou, koersplay, dat hoeft voor mij niet standaard, maar ja, het is wel een optie. Maar ik gebruik geen koersplay. Maar ja, dat zijn van die kleine dingetjes, dat heb ik gewoon. Ik ben vol. Nou, ik ben vol. Hop, mooi. Hoi. Hoe kun je die druk veranderen? Ctrl-P en dan Ctrl-P'tje up en P'tje down. Ah. Dus, ja. Maar dit soort dingen, dat vind ik wel een toegevoegde waarde. Ja, dit vind ik leuk. Dit is echt ook zo. En wat meer van die oudere trekkertjes erin of zo, vind ik ook wel leuk.
van die ja, gewoon trekkertjes zonder cabine en niet te veel, gewoon leuk assortimentje. Of maak daar een DLC'tje van. En trekkergeluiden. Ja, maar die trekkergeluiden zijn wel al meer dat die terugkomen op originele geluiden, zeg maar. Hoor. Maar dat zijn al die modtrekkers. Die zijn veel mooier, die zijn veel gedetailleerder. En dat kunnen ze bij Giants ook. Daar kan ik niet bij dat ze dat niet kunnen. Nee, maar ja, als je ziet wat Giants uitbrengt zelf qua map. Dit is de derde map. Ja. Ja. En anderen die maken een map van hier Tokio. Ja, wat moet er hè? Roger! Nou weet ik heb de pick-up nog niet aan, dus. Nobelen, maar ga ik naar boven. Ik ben hier ook, Roger. Ik hoop dat de GPS-standaard, ja. Wat eventueel Seasons. Ja, ik ben niet van de Seasons. Dus daar ben ik ook heel eerlijk in. Je ziet bij mij, ik zal je nooit één spel zien met Seasons. Ik vind dat wel zo'n nee. Moet door hem halen. Ja, die vrouw die vroeger kunnen hem wel maken. Kijk, red het mee, Roodje kan eraan, rump het op. Maar we hebben hier nog, we zijn al bezig. Ja, maar we hebben hier nog wat weer eens een likken, jongens, hè? Oh, ik moet hierin. Ja, klopt. Klopt, maar dit is leuker. Ja, zeker. Ga er maar door, morgen druk. Martin, dankjewel voor je komst, joh. En tot de volgende. Het is ook een mooi machientje om de zonnepanelen in de maan. Nee, dat is die andere. Dat is die Ebi-veur, hè? Kijk, die Amy. Ja, dat zeg ik. Door is die Amy geur. Hey, dankjewel. Mooi. Ik heb een dagje Rasmus aan. Ja, buurvrouw wel graag. Nog niet stijl genoeg. Nee, ik vind hier dit bent alweer. Ja, niks aan. Hij raakt niet eens af. Dan moet die pick-up naar beneden doen. Ik heb de pick-up naar beneden. Ik zal even verder kijken. Prima, Maarten Rijmer, we gaan je Fossing 1. Nee, klopt hoor, klopt. En die, hij wil gewoon slecht oppak. Kan niet verder. De beperking die je met Seasons hebt, wegen niet op tegen de toegevoegde waarde van. Nee, klopt. Ze wil altijd niet op BN doen met het laar waar ik niet. Maar ik denk ook dat dat het grootste probleem is. Dan moet je het hark. Ik ga wel even hark doen. Nou, ik denk ook dat het grootste probleem is, hè. Ik kies het nog niet weg, hoor. Ik had een Styler verwacht hier. Al een beetje denk ik, Roodje. Deze hebben we nog niet geprobeerd, ja. Zet maar aan de hand. Hoi. Zet maar aan de hand, hè. Wie? Ja, hier. Ja, ik moet harken, toch? Nee, maar aan de hand. Onze kroegwoken afbeelden. Hè? Ja, heeft het een toegevoegde waarde? Ja, weet niet. Seasons is leuk. Maar ik denk ook dat zij de gameplay op zich wel leuk hebben. 24 uur en dan heb je vruchten klaar. Ik denk dat dat voor de gameplay wat het leukste is. Ja. Dat denk ik. Met de bocht niet zo scherp, maar dat wil niet. Nee, bedoel dat ook niet. Als je realistisch wil spelen, dan laat je toch wel wat staan. Dat je de volgende dag gaat rooien. Of Oosten, zeg maar. Of saai. Dat echt niet meer per uur. Dus dan heb je toch voor jezelf, heb je daar wel een keuze in. En dat vind ik wel het voordeel. Je hoeft de plantverdorring zet je bijvoorbeeld, die zet je uit. Dan heb je voor jezelf alweer meer tijd om wat andere vruchten te kiezen. En wat met je zaai. Wat je zaai. 19 km per uur. Tussen je zaai tijd wat ruimte creëren. Dat je dus wat meer. Volgens hem om doen, hè? Ach, en dat is niet, hè? Die rode, die redt hem mee. Die andere was ook rood, hè? Ja, maar dat is een keer rood. Ja, maar dat pk's verschil, hè? 11. Hij wil niet. Ik kan het niet doen, Bernd. Jazeker, ze is het leuk. Jazeker. Ja. Ik heb, ondanks dat ik mijn computer in het begin van 19 kapot was, heb ik een dikke 1200 uur in deze game zitten. Dus. Ik dan, Bernd. Ja. Hey, die maaimachine kan je ook nog opschuiven. Jazeker. Bernd, help. Ja. Die kan je opzij schuiven, Bernd. Ja. Ja, wist je het niet. Ja, dan kan je een beetje, nou, bij de Slootswaal, hoef je niet zo dicht op de Slootswaal te rijden. Ja, is het echt ook zo, hoor. Zo, Bill. Dat is geloof. Utrecht.
Ik kom eraan, rondje. Oké. Okay. Ja, oh ja, nee, dat kan ook. Dat klopt. Precies aan het einde van een map, rondje. Oh, is dat het probleem? Hij rijdt zo van de map op. Nee, stel je maar naar beneden, ja. Stel je maar op. Nee, dat snap ik. Oh, precies ook, ja. Ja, het zit net bij je van huis, dat is het ook, hè. Die bomen ben ook niks, ja. Ja, heel erin, ja. Nou, dus dit is de kleinere versie, dit is de kleinste versie, ladewagens. De kleinste pottingen. Jazeker, maar dat is ook ieder zijn mening, hè. Nee, maar ik hoop gewoon letterlijk dat zij de silo's veranderen. De aankleding, de schuin wat anders maken, wat meer deze tijd. Hoe is het dat gras in de silo? Aan de andere kant van Rob Bien. Hoe is het dat gras in de silo, Roy? Hè? De gras, dat hui? Nou, vlekken maar in de silo. Ik gooi alles in de silo. Goed zo, goed bezig, heel. De koeien hebben genacht dus. Dat is ook zo. Die Giant die heeft een paar koeienstallen gevraagd, weet ik veel. En verder doen we helemaal geen flikker meer aan. Nee. Terwijl ze wel promoten met plaatsbare dingen en zelf die boerderij bouwen. Ja. En de silo's die zijn leeg. Ja. Nou, dit is een silo ook. Ja, dat vind ik niet juist. Ik krijg waarschijnlijk geen award meer. Wel hij. Van Giants. Gaat niet om de awards. Ik ben gewoon heel eerlijk erin. Ik hoop dat ze er nu mee, dat ze er wel wat mee gaan veranderen. Dat hoop ik. En als ze het niet gaan doen, dan vind ik wel jammer. Maar ik zal niet naar een Kettle en Crops gaan. Dat zal ik dus niet. Dat niet. Ik zal niet een Kettle en Crops gaan. Maar dat zie ik helemaal niet zitten. Bochtum. Ja. Kom ze hier, Rootje, of moet ik stappen met mij? Nee, ik kom er niet meer heen. Nou, dan stap ik met mij. Ja, ja. En dan ligt dat boom in de berg allemaal te verrutten. En dan ligt dat maar link en allemaal lek. En allemaal problemen de boom in, maar de gras wordt niet weggehold. Kom niet toch niet weer. Dat zeg jij, ik nog wel. Nou, doe vast maar verder hier straks, hè. Ik knijp. Vergeet mijn nieuws, CFG. Het is nog maar, hè, met die man, hè. Wat een verschrikkelijk spel. Jazekers. Oh, hier liggen al heel veel, ja. Oh, nee. Ik moet geen gras hebben, ik bedoel, ja. En wat vallen om hier, want die elektrische trekker moet nog mee. Nee. Is het nog niet leeg? Oh, ik weet nog wat. Is dat nou een kaart bij de winkel, toch? Ja. Ja. Ken je achter die... auto? Nee, die... Die van auto bij met de schuur, ja. Permaier. Ja. Roger! Mooi hem! Moet je trekken eens, ja? Maar mooi, hè? Waar moet je nou dan? Recht naar beneden. Denk ik. Dat is ook een trekker. Oh! Hier zijn ze. Wat is er nou weer verkeerd, Team Delivers? What the fuck? Het ze van de week, gisteren al, auto was hetzelfde woord, of nee? Of van de week? Van de week hetzelfde anders. Maar was de vorige week al eerder, ik weet ook niet al meer, ik volg ook niet alle hoor. Ik heb ook Beende reageert pas, vind ik. Dus moest wel zo doen. Beende zat erin, dus die mag geen twee dingen er liggen. Nee. Nou, wat een dure hobby. Ja, ja nou, daar ook, maar ik heb toevallig ook een stukje gezien van die, wat jij nu, dat is zo'n Kettle & Crops streamer. Nou. En er zitten, developers zitten gewoon naast te kletsen, denk ik van, nou, nee. Mooi, hè? Mooi. Die hadden we met jij en zo. Ja, klopt, hè. Ik ben alweer vol, Roger. Ik was al vol, ja, ik had het niet meer zeker. Rico, de katse viool allemaal langs. Ja.
Je hebt nog niet alleen een naam. Maar goed, ik vind nog wel een mooie. De machines, een paar machines vind ik wel, ja. Een toegevoegde waarde. Nou, moet ik maar die winkel is. Hier recht naar beneden. Ergens. Locatie markeerd. Heb je toch geen dikke trekker met die op de bulk aan? Nee, ik moet een karretje halen. Oh, neem ze ook in de lucht met aan, waaraan dan niet van die trekkers gaan. Ja, we kunnen hier ook gewoon, we kunnen hier ook gewoon in de krikje inzetten, hè. Neem ze een rode knikkertrekker op de boot. Tja. Lups te lekker boven hier. Oh, jongens, nee. Even die 2-9. Maar goed, nogmaals. Ieder heeft natuurlijk zijn eigen. Ik vind dit. Dit setje vind ik een toegevoegde waarde. De paar machines. Gaat op die langzaam met die man, hè? Maar drekker hoor, hè? Zeker. Ik dacht eerst dat alleen maar grasland was, maar hij heeft gelukkig hier ook nog. Nou. Wat veldjes met aardappels en zo. Zal ik maar in die elektrische rust daarin? Nee, kom eraan. Oh, dan ben ik weg. Maar er iemand bult aan je eigenlijk, maar dat komt niet goed. Ah, oh, kom rotte wel. Nou, ja, dan is die poem ook niet sterk genoeg. Ah, oh, valt met je. Moet shovel, hè. Shovel. Wat staat die kakje hier mooi in de baan? Als die nou een trekker ook even zetten, wat is er met die baan dan aan? Wil dat, hé? Geen idee, Ben was er met een monster. Nou, ik weet niet wat dat nou is, maar dat is jouw kloosmalen. Dat wou niet. Net of als dat ding uitklapt is, dat hij denkt dat hij dichtklapt is. Waarom wil je dat niet uitklappen, hè? Ja, nee, die baal niet kan ze niet inzetten. Dan rijdt ze helemaal steken aan. Nee, maar waarom wil je niet open, hè? Die kar. Ja? Die hapert. Ik heb die zijkant open. Maar als er een baal in is, dan druk er ergens steken aan. Dan komt ze niet ver genoeg met die baal erin. Oh? Dat had ik. Oh, maar waarom gaat die stuur om met ze? Waar staat je? Huh? Die wagen die zweeft, ja. Ja, die wagen die zweeft. En dan ook je boom op een pakstol. Ja, die kar die flikkerde helemaal om en zo. Omdat die paal er niet in wou. Ik had toch niks meer met die man, hè? Nee. Correct. Dan wacht we van nou al langer, toch? Straks nog een karretje, dan kennen we wel een paar handen. Ik ken wel een paar achter in de auto. Nee, er mag niet te veel binnen in de auto. Nee, maar dan zit wel op de telefoon. Ja, zit veel in de telefoon, ja. Kost niet 20 per euro. Wie werd twee keer. Die kist door het hek heen rijden. Die werd twee keer geflit bij dezelfde trajectcontrole. Ik nooit. Nee. Ik. Hebben die ook niet met gezien? Niet vloeken naar u mee, nee, gebeurde dat, hè? Doen we dat helemaal niet, Alice. Sorry, Livers. Who the fuck is Alice? Ah, oh, dat ken je, Rodje. Ik hoor nog geen punt, Rodje. Sorry. Je wil niet meer Kettle en Kettelijk. Kettelijk. Kettelijk kras met me speelt. Dat Rodje net als ik erin, hè? Die wie koopt dat spelletje hier nooit. Ik kan niet meer rukken. Wat is dit show? Dat glitchje als dat leek niet, jongens. Hoi. Dat zei ik toch. Ja, maar Bas, die heeft er nog niet eens in. Oh. Hij heeft alleen maar first down. Hij heeft alleen maar op elkaar gestapeld. Dat is die, het is die vaak, hoor. Kijk, hoor. Ik weet zo zeker dat die vaak is. Ik denk er één voor één. Wat? Ik zet hem er één voor één in. Ja. Net op reis. Ja, maar kijk. Kijk, maar weet je wat het is? Ik zie het al. Die kaart is niet goed. Maar een in-game kaart toch? Ja, is niet goed. Ja, kijk. Kijk. Nou komt hij verder. Nee.
Wat voor muziek heb ik hier? God, zo op. Oh, Kakito. Ik heb geen idee wat hier van. Nee, dat snap ik liever. Ik zal het niet weer doen, Miss Alice. Het spijt me zeer. Het spijt me ten grootste. Kijk, hij glitst er wel af. Oh, er zit wel in die karren. Maar Oh, dan. Het is een in-game karren, ja. Ja, nou, dat zit hem nou in die vuren. Het is ook een in-game vuren. Alles is in-game. Nee, die lulde, die wiel wilde er niet. Die verregen niet. Nee. Dat zit niet verregen. Lijkt er iets ding gaat op hal. Ik denk, neem ik hem op als je hele karren, jongens. Maar waarom gaat die andere kant er niet bij open, hè? Kan maar één kant. Wat is dat voor onzin? Toch? Oh, die kant is dichter, hè? Dat kan wel, ik kan wel eens X, ja. Best wel 100%. Huh? Wat zeg je nou? 100%. Wie? Huh? Zit je niks in? Ja. En twee baal, nee. Ja, maar dat is... Twee banen is vol! Nou, blijkbaar wel. Als de lessen aan ons. Ook weer banen, goed. Ja, nee, ik kijk, je van het land nog honden, ja. Ik moet ze met aan het ruden honden, dus je geen auto nodig hebben, hè? Nee, maar als je over zo'n punt, zo'n trekkerpunt en iets hebt, dan weet je wat ik weet. Oh, ja, zo, ja. Dan moet ik bij de veehandel heen. En waar zit de veehandel? Echt die. En aan de bocht op. Oh, de spoorsilo. Nee. Hoorzolder, ja, dat is ook vlakbij. Nou, we gaan eens kijken waar het is. Hey, hey, Tieners! Hey, Tieners! Hoi! Hoe is die? Alle goed, jongen! Tieners, wie ben je dan? Ja, mal. Kop Nijhuis. Love it. Beetje druk, ja, maar du bist te veel op scum, meeuw. Dus is veel te veel op scum. Hey. Dus is veel te veel op scum. Wat voor dikke wie? Die baas jou dan alles in de gaten. Nee hoor. Het is gewoon gelijk bij jou. Ja, ik ben nog niet zo handig daarmee. Ik ben er nog niet zo handig mee, Tieners. Hij valt mij nog een klein beetje... Ja, ik zit nog een beetje met paarding. Het is echt, ja, nou het is echt wen. Ja, dat klopt ook nog als een bug, hè. Het is niet zomaar een... En nou, mag hem ik zeker, hè? Oh, nou hadden we wel... Hij ging heel goed omhoog, hè? Ja, maar! Hij leeg, hè? Ben je nog alles kwijt daar? Ja, lekkers. Ah nee, ik moet even met zo'n huisje met een bij je verstopplek maken en dat soort dingen. Daar loop ik een beetje in vast. Maar dan heb ik weer een heleboel bij elkaar en dan wil ik wat timmeren, zeg maar, en dan gaat het mis. Maar goed, hoort er een beetje bij, hè. Ik ben al 6, 7 keer dood gewoon. Hey, alles kwijt.
van Gewin, John en Luzie West. Van Luzie West tot een Aku met Dreer. Oh, dat kleine strontcheckje, dat is een hele goeie. Ja, sorry. Met Thijsje. Goed bij scherm opgevat, jongen. Gaan we gelijk. Ik zet hem hier gewoon in. Gaan we gelijk. Ik ga rekenen met hem. Ik heb hier een van Melan maar op. Hier, door hier. Met de Melan. Dat was een laan, ja. Ach, god, ja. Hoi, Roger. Misschien wel op die elektrische een voorlader, maar dat zit er nog niet op. Hij heeft die trekker wel net in staan, die werd aangestuurd voor mij. Voor mij zit daar een voorlader op. Oh, dus ik ben nog bescheiden, hè? Ik ben. Ik neem dus eerst voor met Lucia. Ja. Ik ben er ook bij, man. Dat is nog wat. Nee, maar, de kleine strontzenkje bedoelt hij, hè? Die, dat is vloeibare poep. Maar hij heeft toch ook een vaste mens. Oh, trein komt eraan! Dan moet die vaste mens toch proberen. Kut, kut! Clip, clip, clip! Ah, dat is goed, hè? Mooi win! Ik heb trend, jongens, hoor! Jouke, clipke. Die vaste en die vloer. Ja, gaan we gelijk regelen, jongens. We gaan het gelijk regelen. Ik vlieg gelijk naar de boerderij. Ik heb er ook vergeten, jongens. Sorry. Wat heb. Hey, Tinas. Kijk u nee. Klopt, hè. Ik ben zo jammer, Tinas. Ik ben zo jammer, dit. Nee, Matthijs. Oh, dat kan net. Is weer zo jammer. Rondje, ken uit. Echt waar. Kun je dat zien? Dat ging gewoon goed. Sorry toch. Ik kon dat tussendoor. Nou. Wint. Pak ze maar een die. Oh, ik heb de pick-up hem. Was jij van Wint? Ja, maar Wint is hier geen boos, hè. Wint die mind wel dat hij boos is, maar... Goed zo, jongen. Vaste mest strooi je er even aan, Bint. Ja, ik kom eraan. Waar nee, we hebben twee, hè? We hebben beneden nog één staan en die boom mee met laden wij met zwaailaam naast je auto, hè? Ja, ik ben al bezig. Kijk, onze Fossie Games. Die andere zit onder de. Die zit onder de verspreider, toch? Nee. Vaste mest heb ik hier. Oké, weet je, goed is. Ach, god, Jouke komt er ook aan. Ja hoor, ik had het ook geen weten, hè, met deze blauwe hier. Ik ben bijna door het gras, hè. Ah, dat kan nog niet. Daar is maar de boom, hè. Ja, dat ligt nog wel wat. Wat de hel heb je dit? Ik denk dat het super veel is. Nou, maar best. Kom maar aan. Wacht op die. Dat klopt, hè? Ah, ja, dat denk ik. Mooi, ja. Dat wordt allemaal weer tegen mij gebruikt, jongens. Dat is gewoon zo. Voor wie moet ik zomaar nog aan de... Ik is mijn fan. Ja, ik ben onderweg. Ah, schiet erop. Vingers. Waar ben je? Ja, hier achter bij de koeien. Schuur. Tje. Ja, alleen maar hierin. Kom maar. Kom maar. Knap maar binnen deur. Knap maar binnen deur. Ik draai me wel in om. Leuk voor die. Op. Hoi. Ga maar wel mee. Dat was goed, Mick. Ik ben erbij. Ja. Mooi. Ik ding ook. Goed, klap. Dat is niet te zo. Ja, die het er is nog maar aan. Dan kan je het zien, hè. Gooi je ze naar buiten toe. Ja. Ja hoor, ga erin hoor. Ja, maar ik heb de vaker nog niet open. Ja. Gerry! Oh god, hij speert ook al! Uit de ring! Hé, hey, motto, hij is tron hem! Rekel! Gerry! Vriend! Laat hem even! Wat best! Ja, wat met jou?
Wie ben in die heimat, luigers? Wie ben verhuisd? Jenny, we moeten naar de kroeg toe. Dit is kinderspel, ja. Nee. Klopt, hè, maar er is ook niks van die hier. Nee, ik heb de blauwe er helemaal niet in. De blauwe heb ik er niet eens in, maar die jonge rommel. Of ik er niet in heb, maar je bent in die Alpen. Ja, onze Gerardine. Hij leeft nog. Het leeft. Oh, ik heb al twee bakken erin nou straks, jongens, hè. Is er maar bijna vol dan, Bernd. Ik heb de twee bakken in, Albert. Of heb je toe? Ik weet het niet, ik zit er niet in. Oh, dacht dat we zo wel weer. Ach, ga binnen hoor. Place Anyway staat niet aan, zeker? Huh? Nee. Nou, dat klinkt weer, hè? Moet baas hem aanzetten, nee. Wat, man? Wat? Ik heb alweer. Ga je maar nou weer een bouwmateriaal krijgen, hè? Die krikken. Oh, die krikken. Nou, gaan we poepslingel hier? Over graslaan. Ja, maar ja, zo over poepslingel, nee. Hoe bouw aan? Ik heb hier geen bouwlaas. Ik wil graslaan maar ook stroom op. Oh, hoppakee, ja, has, kikker! Wiehie! Mooi, hè? Mooi, hè? Heb je al Karel verdeeld? Nee, zit er ook niet in. Oh. Origineel, denk ik. Origineel heb je ook geen Karel verdeeld. Kijk hè, jongens. Springplank. Ik heb dat ding niet halen. Oh, waar gaat dat ding, hè? Oh. Bijna vast op de wand, niet dom. Zo'n 10 kilometer per uur, jongens. Leer die bulders een beetje aan je eigen. Poepslinger! Harry! Ik kom eraan, Roy. Maar ik moet nog iets hebben. Ja, waar is hem nou? Hij is zo leeg! Hier ligt wel een tegenwegblok. Ik vind een voorstel. Is die nee DLC, Harry? Oh! Oh. Je hebt nou ook helper. Ik heb hem wel helper. We moeten die ploeg ook nog even proberen, hè? Ja! Nou, die kan wel dat ding van doen, ja, Bernd. Ik moet die ik zet er maar net op 50%, Roy. 52. Lol met die strolkaart, jazeker! Dat ding zo dom als een zoon, hè? Ga ik aan, joh. Waar gaan we nou? Waar gaat die in? Wie? Ja, die hoor ik. Ik moet even aan de laadpaal. Nee, ik ben bulldog gereden. Hij is nog maar 51%, hè? 52. Ja, nou. Hij rijdt wel weer door zijn eigen stroom heen, dat vind ik wel bijzonder. Hij smert me de bek vol. We kennen net naast elkaar langs. Ja. Maar ik heb geen idee. Ja, dit is geniaal. Ja, zeker. Dit is echt geniaal. Denk ik. Want kijk, hij slingert ook nog best in de worst. Die bult zit bijna vol, denk ik. Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Het is wel een beetje. Never mind. Maar wie heeft maar een trekker vol? Hij mag wel ietsjes minder massaal. Ja, hier komt veel harder op. Maar ik vind hem wel. Dat ook dan, als je een hele trekker, want er staat binnenin ook nog zo'n ding. Ja, die stuurt in het land, dat zijn eigenlijk eigenlijk. Oh. Dit is wel heilig, hè? Ik zit hem net op die beeld, dat is al 60%. Ja, maar dat komt van die kilo's meer. Nee, van mijn elektrisch voertuig. Het accupakket is ook zwaar. Ja, jong. Hé, hey, Ben, moet je eens opletten hier zo meteen. Ik heb er nieuws van. Je hebt er wat moois neer. Oh, hij speelt er weg eronder. Hij gaat gewoon nu. Hij schuift niet. Of wat nog met? Hij is ook weer vol! Waar is het heen, Roy? Ja, let's op! Ja. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Zo jammer weer die man, hè?
Waar hebben jullie die DLC van? Want dit is gewoon de nieuwe Alpen DLC van de Giants. Kan ik hier wel dat wel? Tot van Farming Simulator. Dit is gewoon de nieuwste DLC die van Farming Simulator. Daar komt hij weg, hè? Waar is de verrekker in BN? Kun je hem de bom bij opdrukken hier? Ik ben net bezig. Kan gewoon, klopt! Het frontgewicht er aan te doen. Oh, dat gaat hij maar aandruk. Doe maar, ik pak de verrekker wel in. Kan nog net in, hè? Oh. Wordt hij onze verrekker? Maar wie bent er? Het valt me niet in. Nee. Oh, daar is er ook wel van. Dit is gewoon een nieuwe farming DLC, jazeker. En wat ik zeg, jongen, mag je nog leuk wezen? Jongen, promote mijn kanaaltje, hè? Promote die wel. Want ik hou er wel van, hè? Niks moet. Dat zeg ik wel, maar. Ik vind het geweldig, hè? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Nou, eens kijk waar er nou mee komt, dan. Hey. Ik ga het je ook overlaten. Oh nee, maar hij zakt het wel, dus. Ja, wie pakt een andere cookie trommel? Deze dier is wel duur. 70%. Wat bent u nou weer aan het doen? Het plauwen eraan. Dit is echt. Hij is bult aan het aanringen, ben je nog niet zwaar af. We hebben geen gewichtblok. Ik zit hem helemaal in die bult. 71%. Maar het niveau, ik wil dat wel. Die giertje, ja die gaan we nu, ik pak even die andere, ik wil hem dit bakje leeg slingen. Oh, zit nu, ik heb niet meer. Koeien hoeft niet meer. Koeien hoeft er niet meer. Gooi je hem in de bult. Nee, oh nee. Dat is voordeel, hè, je hoort hem er zo achterweg, ja. Vloeg. Giertank, gaan we doen. Nee, ik ken ook niet, Gerry, dat is nodig dat die jongen er bent, maar jou met die was veel serieuzer geweest, hè. Liver. Op deze moment mis ik die wel, Liver, hè? Vergeet dat nooit, hè? Vriend. Schuld ik op die andere map al een boerderij begonnen ben, Harry. Ik trok er helaas meer van. Waar heb jij wel een schok onder, weer, Harry? Hé. Hey. Ik ook geen eerappels meer rooien. Nee, we hebben al die eerappels voor die rood. Hé. Keur eerappels. Ja. Hé, mag het even door die bel, hè? Mag het even regelen, hè? Dit is mooi. Wat is mooi? Elektrisch vloggen, 12 kilometer in duur. De meest! Ja! Ik kom eraan met een slurrypoeper. Hé. Hey. Het wordt een koude vloer. Roy! Roy, Sam, hè Roy! Oh, lik! Ach jongen, de wilst zit in de koeien. Oh, ik wacht Erik. Ik doe de koeien, Gerry door het landwerk, hè. Gerry moet daar een appelpoten. Nou, er gaat 3000 liter in, jongens. Ik ben gewoon op beent. Ach, kriebels. Ik zit vast met de verrekker. Moest nog wat. Nee, ik ben niet klaar. Hey, door is er. Nou, we gaan ook eens even met deze poep. Even kijken voor ik bij onze beent kijken, ja. Klap daar, vriend. Ah, oh, lik. Moest lekker. Miauw, miauw. Mooi. Mooi! Geef je echt lekker op. Hij slipt. En wie wil er drie met mij nou? Wat nog maken van, hè? Ik heb er wel nooit. 12 kilometer per uur, joh. Ja. Wat is kleren. Wat een sterk apparaat, joh. Ja, zeker. Ik vind jammer dat Beert niet planken, hè. Hey. De tuintrekker. Ja, de elektrische, Harry. Die is op stroom. Ja. Was die DLC hem koopt, Mil? Kist lang. Hij heeft zoveel uren gemaakt aan. Ja, Bernd even wel over. Ja, die verspreider, dat klopt. Dat klopt. Die, dat is die slang, hè, bedoel jij, hè? Die. Maar ik wou dit ook even showen. Dit ook even, hè? Dus ik kan eerst deze wel in doen. Kijk. We hebben dit. Nee. Poep.
pompen. Ja, even naar beneden. En dan gaat haas. Kijk eens aan. Sleepslang. Dit is gewoon een sleepslangpoeper, hè. Net als in... De Cavernaland logo. Of de Paddingen logo. Ja. Maar die moeten wel afgesleten zijn na één keer. Maar dit geloof ik, dit geloven we wel, hè. Die slinger zit onze. Waar is die krik in je poos? Wel, schuren door. Oh. Hij woont niet binnen. Hij is de... Oh, nee. De place anyway is niet aan. Hallo! Hoi. Margaret van Lange Haar op de deur. Zeker. Die wilde niet op. Hoe vaker doen om zo vroeg begonnen. Ik denk het einde van de stream heb ik een boek klaar. Ja, jodelaliti! Deze met zij hè? Jodelaliti! Daar laat je het! Moesje! Smaak! Ik heb haar nog niet gehoord van haar, man. Wel hoor. Maloesje dan niet? Nee. Maloesje sluit de stream af, denk ik. Nee, zeker nooit. Dat kan Maloes! Dat kun je niet over, hè? Oh, ik heb spraakopname nog. Ja, dat klopt. Maar die heb ik ook, maar dat kan ik beter nou, want ik heb de rechtstreeks op de stream dan, hè? Ja hoor. En ik heb WhatsApp nog openstaan, dus Dat kan mooi, even. Dat dacht ik. Ja! Hé! Hij draait je nou! Ik kan dat niet instellen. Even mee in menu. Hij zwengelt niks. Zwengel. En met de muus dan. Oh ja maar, dat mag zo nou, nee toch. Och, toen live het ziet nog zo hè. Hop! Och, toen live, dat is niks. Dat vind ik niks. Dat kan zo ziek dan. Zo, dat is wel over de weg heen spuit, over de nek heen spuit. Dat is de bedoeling denk ik. Dat denk ik ook. Dat is vooruit een spuitpad in de eerdappels heb. Ja, dat denk ik. Nou. Die trekker die meest dan niet eens een streepje en hij heeft er al 0,07 uur. Running Boy, dat is nog iets anders. Jazeker, is dit nog iets anders, hè? Zeker. En nou, dan proppen we die over, hè, vriend. Moet er niks zelf zwengelen? Nee, kijk, dat gaat over het hek, jongens. Kijk, dan kun je over het hek heen spuiten. Daar gaat het eigenlijk om. Dat doen ze in Engeland ook heel veel, hè. En dan spuiten ze die allemaal ook zo eronder, zeg maar. Okay. Zwengel. Even de winnaar erin beswengelen. Ben, wat is met je dragen? Ja, hier. Meer recht helemaal de boot. Ik ben aan het ploegen, ik heb het smoordruk. En dan heb ik nog een gewone kerstplaats. De gewone kerstplaats zit er nog bij. Ik vind hem wel geinig, joh. Hebben we er geen cosplay in? Nee, zeker, sorry. Nee. Gerry moet even op het beeld. Ja, Gerry was even op het beeld. Maar ja, Gerry is hier, Gerry heeft hem nog. Op zich loop je die grond wel mooi over die broek. En dan zit hij dan in de gewone kerstplaat achter, hè? Oh, dan mag ik er een boom opzetten, Basie. Maar dan wordt Marcy niet zo groot. Trekker heb ik hier een liedje. Configureer. En spreidplaat.
Ik denk dat dit wel mooi is, hoor. Dit, kijk, gewoon de kerstploer achterop, hè, het kanon. Roger, dit past beter bij ons, hè. Denk ik. Ja, doe eens dat uit, hè. Wat? Ik ben druk met Bull en Yang. Kan niet wachten, maar. Kijk, dit wou we hebben. Spuit op die rommel. Hop, hop, hop. Spuit erop. Ja, dat is beter, zeker. Ik heb die bult bijna erin. Goed zo, jongen. En dat is ook voordeel, door kunnen ze in die Alpen kunnen ze, maar spuiten ze de rommel nog zo over het land. Hier in Nederland mag niks meer. Oh, hij is leeg. Oh. Zal hem op 0,6 bar gaan? Is wel bezig. Bedre maar dat vind ik het leuke, dit vind ik nou echt een toegevoegde waarde. Ja. Zo'n apparaatje waar je anders niet ziet. En die Telutmaier. Die trekkertje. Nou, dat elektrische had ik nog nooit van gehoord. Ook leuk om een keer te ervaren. Hè? Ja hoor. Ladenwagen is ook mooi, denk ik. Ladenwagen ben ook mooi. Die rode, dat vind ik wel mooi. Juist die rode mooi? Voor het schapental. Ja, voor het schapental. Ja. Mooi voor het schaapjes. Ja. Beetje stal voor, een beetje dit, dat. Ja. Zo, maar, ik laat hem hier na. Ik vind het prachtig. Ik wil nog even... Oh, ja hoor. Hij paar aan voor de... Dan zit ik ook nog vast door die klootzak. Hij holt hem vast. Kijk, hij heeft wat power. He's flying to the sky. Ah, Roy. Doe maar stoppen. Niks wel beter dan mijn elektrische trekker. Is het Gerry niet, dan is die. Ja, maar je bent zat van grote ruiven, Harry. Nou, het is wel hard, mooi. Moest dat trucje naar hem doen, Roodje? Oh, daar heb ik lek van, joh. Goeiedag, hé, mooi. Ah, daar kan ik maar even haar aan gaan leggen. Nogaand? Ja, nogaand. Nou, nog één keer dan. Om daar te leren. Sterk hoor. Ja, dat vind ik ook wel. Pak ze. Pak ze. Basie blijft er wat aan, dus. Wacht, oh, die kijk ze op die wagen gaan, hoor. Wat is er, hè? Hij komt eraan. Nou. Oh, ik ben tol. Tol. Dit net al hij. Oh, ik blijf haken aan die paldies. Tol. Zo straks ga ik beter. Ja. Nou, ik ga je houden. Oh, is je vast. Jongens, jullie moeten die laadpaal wel een beetje vrij houden. Die is vrij. Kijk, Harry, mooie lintner. Hey. Oh, wat is die beeldje, jongens? Wat ben je aan het houden, jongens? Niks. Waarom heb ik in één keer zo'n hapering op beeldje, jongens? Oh nee, ik ben aan het opladen. Ik denk dat er veel stroom vreet. Goed. Ik heb echt gewoon een probleem. Ja, ik zit alweer vol. Dat kan niet. Ja. Dan was het ook niet leeg. Nee. Meestal nog niet eens een streepje. Kijk, nee, zeker een kastje zit erin. Ik zeg, nee, dat, nou, ik vind het geen, rood rijden, maar ik snap niet waarom ik nou zo op leg heb. Ik heb hier Roy in die rollercoaster zitten. En... Nou ja, ik weet het. Wat is dit nou? Ik ga er maar stap. Ah, hoitje. Ja, het is 10:30. Ik vond hier net ook, Ik ben, wanneer ik weer live ben. Ik ben morgenavond weer live, toevallig. Omdat dit een extra uitzending was, is dit een extra momentje. Ik zal deze nog even naar Ruslin, maar voor mij heb ik hem. Is er weer? Ja, hij is er weer. Dan ben je weer serieus, hoor. Ja, oh, afvonden. Nee, ik ben niet serieus, maar ik ben al weg. X. Waarom klapt hij nou niet in? Nou, dat klopt niet. Wat doe ik nou weer? Ik ben er over in klaar. Nou jongens, ik ga even door. Prima, mijn ogen gaan afsluiten. Bedankt.
Bedankt, Miel. Ja, jullie bedankt voor deze geweldige, wonderschone avond. Ja, hoor. Hey, Roger, die groeten in Tirol. Ja, hoor. Bis morgen. Bis nächsten Mal, man bist ik dan uit. Oh nee, dan nou, bis nächsten Mal, mijn vriend. Guten Tag. En Tag. Tschüss. Tschüss. Ja, kleine samenvatting hier gaan we maken, jongens. Ja. Wat gaan we dus voor maken? Ja, Bins, wat is? Kom bij mij. We gaan er even overleggen. God, boom, we boven overheen. Ja, ik heb niet alles kunnen laten zien, jongens. Maar wel. Kijk. Hoi. Nee. Ja. Ik wacht nou of dit wel 20 euro maakt. Nou, die 20 euro, laten we daar eerlijk over zijn. Ik zeg 10 euro max voor de DLC. Was die meer dan genoeg, was die betaald. De map is niet volledig af. Ik vind niet dat er veel vernieuwd wordt. Ik vind het wel leuk dat er een nieuwe map is, maar niet vernieuwend genoeg qua silo's die erbij gebouwd zijn worden. Dit poepding ook, zeg maar, die is ook al, staat ook al uit 13 voor mij, als ik er even over weet. Volgens mij staat deze in 13 ook al. Roze schoen, jazeker, ze heeft roze schoenen, hè? Kijk nou even. Jawel. Beetje roze. Ze zeggen allemaal dat hier kaasfabriek en zo in zit. Ja, maar daar hebben we nog geen tijd voor gehad om te laten zien, dus dan gaan we echt alweer. Nee, met die producten kun je niet maken, dus dat is alleen maar een verkoper. Oh, nou, dat is wel weer jammer. Oh, ja. Dat wist ik niet. Nou, en ik vind dit jammer. Dit vind ik jammer. Ik vind dit ook jammer. Dit is ook, ja. Nou. Maar dit is zo standaard. Goeie. Ja. Taal gebeuren. Dit, ik denk dat je dit niet in de rechte Alpen ziet. En een paar koetjes, ja, we hebben leuke koeien staan, maar dan stel je voor je wil, wat is dat nou? Oh. Je hebt een verkeerd woord gebruikt. Nee, dat poppetje hier met die, daar zit lullen. Ja, zeker, ik weet. Ik kan het niet zien, maar. Nou, de stal ook, zeg maar, hier hoef je heen onder koeien te houden. Dus op de hele map. Op de hele map bekeken, de grootte van de map, heb je maar één boerderij. Nou, met die paar koeien die erin kwijt gaan, daar vond ik het leuke gaan dat je die koeien ook in de wei kon zetten. Hier midden in de, hier ergens een wei voor jezelf creëren waar ze lopen kunnen. En of hier in de bergen, en dan, of hier nog een andere boerderij. Hè, dat je twee plekken hebt waar een grotere boerderij zit, had ik persoonlijk leuker gewonnen. En het akkerbouw, hè, de landerijen waar je wat mee kan. Ja, nou, de grootte is leuk. Maar niet, nou, dat ik zeg van spannend. Maar schapen bij kan je hier dan niet plaatsen? Nee. Met die boerderij. Nee. Ja. Of koeien in de Alpen laten lopen. Nou, dat bedoel ik met zijs. Dat bedoel ik ook. Gewoon dat je gewoon met de wagen er wat heen brengt en die koeien daar in de wei zit te grazen. Dan wordt het weer wat leuker. 50 in dit ding. Wat? 50 koeien. Ja, dat kan erin. Ja. Ja, maar dan loop je geen 50 koeien. Nee, maar dat kan. Maar dat heeft nog niks, ja. Ja, maar hier op deze postzegel 50 koeien, jongens. Nee, één realistisch wezen. Hier kun je toch geen 50 koeien op laten grazen. Ik kraak het niet af. De machines. Deels, ja. Leuk. Wat er is. Ik zal er niet meer langs lopen. Oh, ik zit alweer in de muur vast. Nou, dit vind ik wel leuk. Deze. Dit vind ik een leuk apparaatje. Deze loopmaaier. Voor onder de draadjes door, schijnig. Nou, dan gaan we. De ladenwagen was een toevoeging voor als je schapenstal hebt. Zoals ik er ook op de andere in de andere map heb. De elektrische trekker vind ik leuk. Had ik nog nooit van gehoord. De ploeg, ja. Zie ik mezelf niet veel gebruiken. Ik heb liever een 4-schade of een 5-schadige ploeg. Ja, dat schiet een beetje op. Nou, dan hebben we de auto. Nou, de aanhanger. De aanhanger vind ik een toegevoegde waarde. Maar die is er eigenlijk niet echt in farming. Nou, dit ligt hier allemaal alweer op een bult. Met de roegerswing. Nou, harken zijn er genoeg. Maaimachine. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik vind dat de maaimachine genoeg zijn. Ik snap dat er een nieuwe keuze bij is. Maar het is niet mijn keuze, maaiers. Dit vind ik een toevoeging. Die trekker met die baanhooier. Noemen we dat maar even gemaakt. Nee, dat is de nieuwere versie. Nou, de persen vind ik leuk. De Pottinger persen.
vind ik wel een toevoeging. De Lintner vind ik op zich wel een toevoeging. De ladenwagens. Ja, de windrowers waren er eigenlijk ook wel genoeg. Maar het zijn wel wat kleiner. Op zich is dat positief. Oh, verkeerde knop. Nou, oh even wat. Dus, ja. Hey, hier ook een hele collectie. Ja, zeker. Dus ik loop nog heen. Ik kom eraan. De bandhooier vind ik leuk. De bandhooier, dat vind ik leuk. Nou, dit vind ik een goede winst. Met die heffenrichting nog weer achter de bakje. Dit is een maaier. Oh ja, dat is ook weer het frontmaaiertje. Hey, nou, die wagen hebben we nog niet geprobeerd, maar dat zal vast ook wel een leuk wagentje wezen. Hè? Die Zaire hebben we ook nog niet geprobeerd. Hey. Nou, die Scheimech vind ik niet echt een toevoeging. Persoonlijk, want er zijn Scheimechen genoeg. Hij ziet er gedetailleerd uit, leuk. Leuk voor te hem, erbij, ja. Maar 3 meter geloof ik. Dit vind ik op zich wel heel leuk. Beetje doorzaaien van grasland en zo. Ja, dat is van, dat vind ik wel een beetje een toevoeging. Hè? En mijn, ja, mijn beeld begint weer te klooien. Ik snap er niks van. Deze zouden we nou wel achter de spitmachine kunnen hebben. Ja, bijvoorbeeld. Maar die Kobeg kan eraf, hè? Daar blijft die zaaier alleen over. Oh. Die zaaier die kan je niet achter de spitmachine. Hè? Ja, dat weet ik niet. Ik heb weer wat behapering in beeld. Ik snap niet waar dat van komt, jongens. Ik ga even stiekem kijken, hè? Oh nee, script. Kijk, zit. Kijk, dat is door Roy zien gaan hoe met die trekker. En heb ik alweer een beeldprobleem. Mooi. Ja. En wat ik wel moet zeggen, ik vind dit wel een leuke maaier. Met deze trekker erbij. Ik vind dit wel een. Eerlijk gezegd, ja. Ik had er nooit van gehoord van die trekker. Maar ja, ik ben er alweer mee aan het maaien geweest. Ik zeg ja. Ik vind. Het is wat bijzonders wat anderen niet heeft. En het is toch wel een geinig apparaatje. Die maaiers, nou ja, die zijn gewoon pottinger. En dan is dit dan de bergen uit, de Alpen uitvoering. Dus dat is op zich wel. Als je een Amerikaanse map hebt met vrij veel bult en berg, dan kan je zo'n maaier mooi gebruiken. Nou, dan kan je zo'n trekker ervoor gebruiken als je dat wil. Ja. Gedetailleerder. Ja. Ja, slangetjes zitten tenminste persoonlijk in de achterkastje werd. Je ziet het boel gewoon persoonlijk bewegen. Dus ik laat de hef nu zaken. Je ziet alles gewoon heerlijk. En als je door de. Je ziet ook alles een beetje scharnieren, zeg maar. Als je door kijkt. Dat vind ik op zich ook wel. Dat is in het echt ook gewoon zo. Dus dat is ook. Ja, magnifiek. Maar dan vind ik het wel weer jammer. Dat de kleed van voren. Dat het kleed weer niet beweegt. Voorin. Vind ik daar weer jammer. Dat niet een beetje beweegt. Het is weer zo stram. Kom je weer op het punt €20. Dat punt blijft er toch een beetje aan hangen. Ik vind het leuk dat het er is. Maar ik vind het niet die €20 waard. Qua totaalpakket. Omdat ik andere dingen gewend ben van ze. Zoals de DLC van Klaas. De andere DLC's. Hè, die er zijn. Vind ik het eigenlijk een beetje persoonlijk jammer dat ze niet iets meer details in de map hebben gelegd. En ook alvast in voorbereiding voor een aankomende nieuwe game die komt natuurlijk. Hè. Maar dat vergeet dat niet, want er komt natuurlijk een nieuwe game aan. En dat weten we allemaal. De nieuwe game hoop ik ook dat ze daar goed mee bezig gaan. Ik vind wel, ja. Ik had er wat meer, ja, ik had er nog iets meer van verwacht. Mijn mening. Ik denk niet dat hij achter de spitmachine gaat. Huh? Ik denk niet dat hij achter de spitmachine gaat. Weet niet. Spitmachine zit er wel in. Dus op zich, degene die hem koopt, voor zijn eigen natuurlijk, en dat is logisch. Ik heb hem. Ik ga hem heus nog een keer weer gebruiken. Ik ga deze map ook zeker nog wat mee doen. Daar heb ik wel in mijn kop zitten, maar ik moet er nog even uitwerken. En hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Het lijkt me wel leuk om daar wat mee te gaan doen. Dus, nou, we hebben een hele mooie afsluiten, jongens. Mijn begintune, die komt nu toevallig ook op het eind. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe kan je het plannen, hè? Oh, ik druk een verkeerde knop, dat moet je niet doen, Bas. Maar dat is niet de bedoeling. Nou, de mooie afsluiten, kunnen we niet krijgen vandaag.
It's not me. It's not nothing. Nou, laten we het zo doen. We luisteren deze mooi rustig af. En dan gooi ik de stream uit. Ja hoor. En dan wil ik iedereen bedanken. De support, de chat. En morgenavond, 8 uur, ben ik er weer. Bits er wat anders tegen tussen komt, maar daar ga ik niet van uit. En dan ga ik alles even bekijken. Jongens en meisjes en iedereen en niemand uitgezonderd natuurlijk. Hartelijk bedankt voor deze avond. En nogmaals, geniet van de kleine dingen. En dus van zo'n DLC kan je genieten, maar dat is aan ieder voor zich. Alleen jammer van dat gekloot van Roy. Ah, jou kan er ook een beetje lol. Dan moet ik een... Kom maar goed, joh. Kom maar goed. Dikke duim erop. Het is weer klaar, hè. En dat ligt niet alleen aan Roy. Dat ligt ook een beetje aan mijn software. Mijn kant. Ik moet niks van niks een andere videokaart. Nou, jij ook bedankt Fossy Games voor de support. En niemand uitgezonden. Natuurlijk iedereen die in de chat meekletste en op de achtergrond zit. Mee te kijken en te genieten is ook altijd goed. Ja, jongens. Ik zeg, wie is het next maal? Wie is het next maal? En tot morgen.